Welkom bij 1 Ik ben de host, Shilden Biebea. 1 is een reeks waarin dat wij interessante mensen in het Belgisch voetballandschap interviewen. En vandaag heb ik een enorm interessante uh, guest. Bed first. First and fast. Ik heb iemand die eigenlijk, als ik, uh, als ik mijn onderzoek mag geloven, het Belgisch voetbal heeft uitgespeeld. Ik heb Georges Leekens bij mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles in orde? Perfect. Uh, leuk. Ik, uh, ik zeg Leuk van hier te zijn. Dank je wel. Enorm bedankt dat je hier was. Zijn ook. Met plezier. Ik zeg uh, het Belgisch voetbal uitgespeeld, omdat ik uh, zie dat u zowel als speler als als coach eigenlijk alles in België hebt gewonnen. Uh, vijf keer, zes keer in totaal de competitie gewonnen. Uh, de beker van België in totaal drie keer gewonnen. En de Supercup zowel als speler als als coach gewonnen. En bondscoach geweest. Eigenlijk kun je niet beter doen als België, toch? In het voetbal. Ja, ik heb een geweldige job gehad. Ik ja. moet zeggen, ik, ik vind het fantastisch ook. Ik heb in zes landen gewerkt. Ik heb verschillende culturen gewerkt. Ik heb ja. meestal ook niet altijd de gemakkelijkheidsoplossingen uh, gezocht. Uh, Afrikaanse cultuur. Uh, mijn eerste ding is, was in Turkije. Uh, ja, nationale ploegen. ploegen heb ik gehad. Ik heb vier nationale, na, nationale ploegen gehad. Twee keer in België. Dikwijls twee keer. De ploegen ook veel twee ja. keer. En uh, twee keer Algerije, dus uh, Tunesië, Hongarije. Hongarije. En ja, dus het verschil tussen clubtrainer zijn, nationale ploeg. Ook de evolutie, want ik heb al uh, 36 jaar trainerschap, zeker. En dan nog wel 15 jaar als profvoetballer. Profvoetballer dat ik met een vraagteken omdat ik zelf student ben geweest en dan ja. uh, mijn praktijk als kinesitherapeut om sportkort gedaan. Dus um, ik was bevoorrecht een beetje. Ik deed toen ik profvoetballer was, had ik ook mijn zelfstandige praktijk ja. als fysiotherapeut, als kinesist. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag. George Lekes, de voetballer, of George Lekes, de coach. Wie was zo beter? Uh, gelukkig is de coach beter geweest <laughs> dan de voetballer. Nee, ik heb eigenlijk enorm veel geluk gehad ja. uh, bij Crossing. Het Ik heb eigenlijk leuk, leuke is, want je zegt kampioen gespeeld in België, ja, vijf of zes keer en nog wat bekers gewonnen en, en zo maar ik ben ook kampioen geweest met Desselsport, sport, een vierde klasse. Een derde klasse met Sint-Niklaas, een tweede klasse met Sint-Niklaas. Uh, Eigenlijk overal waar dat je komt worden ze kampioen, dus. Uh, was dat maar waar, natuurlijk. Er zijn ook andere dingen, maar uh, het is wel zo dat je dus. Graag winnaar uh, bent, maar dat je ook in een goede club moet komen. Ik heb het geluk gehad om voor het Bosmanarrest bij Brugge te komen. Brugge, die dan op een bepaald moment kampioen speelt, 72, 73, het eerste jaar dat ik er ben. Ja. En toen gingen we eigenlijk failliet. En toen zijn we naar het Olympiastadium gegaan, door van Malen, het stadium dat nu verouderd is, dat maar niet vernieuwd wordt. En door een aantal toestanden, politieke ja. toestanden en andere toestanden, zoals het Nationaal Stadium. Ja. Waar we er nog wat bij gooien, dus we hebben nog genoeg stof, denk ik. <laughs> en uh, ja, in 1974 blijven we met een vijf, tal spelers over. Zoals ja. Roland Lambert, Fons, Bastijn, K Krieger, uh, Jensen. Uh, we hadden een aantal. En we hebben dan ja, met Ernst stapel in één toch wel een. Uh, een trainer die misschien, uh, iemand, misschien de top van de over de bil. Uh, nu, ik vond ook, uh, bijvoorbeeld, want wij zijn altijd over de buitenlanders bezig. Ik vond ook Remo Roethals, fantastisch. Uh, ja. Topper, tactisch zeer, zeer sterk. Een gitaar is totaal andere type. Ja. En uh, ja, zo heb ik geluk gehad uh, bij Club Brugge om toch mijn uh, carrière te maken. Ik zei, dat gaat maar twee, drie jaar duren. Ik had een ja. drie jaar contract, ik ga mijn praktijk beginnen. Uh, niet dat ik niet zeker was van mezelf, maar ik vond dat ook. Uh, ik had dat diploma. Ik heb dan ook, een, heb ik dan ook, aan 28 ben ik dan beginnen al trainerschool volgen. Ik ben heel vroeg begonnen altijd met te denken naar de toekomst. En zo ben ik eigenlijk aan, aan 8-29, denk ik, dat ja. ik al mijn trainersdiploma had. En zodoende ja hebben hebben wij het geluk gehad en heb ik ook durven toen de Bosman arrest kwam bijna, aan 35 heb je dan een vrije transfer Op het moment ja. dat je wat geld kunt gaan verdienen ben ik trainer geworden van Sercle op 35 als Brugge-speler Was dat een moeilijke overgang ja dat was not done hè. een clubspeler naar Sercle gaan die blauw-zwarte hier bij de groene ja je weet dat was nog een Brugge zelf was het eigenlijk meer cercle Bruggen is groter, ja. tot de Willebroek, tot de Limburg enzovoort. Maar Cercelen, dat was zelf wel daar. En is dat moeilijker te accepteren geweest vanuit de Clubbrugge kant of vanuit de Cercelenbruggenkant dan? Van beide kanten. Ik heb in beide clubs gewerkt. Ik ben twee keer bij Cercelenbruggen geweest. Ik ben twee keer bij Clubbrugge <laughs> geweest als trainer. En vanuit beide kanten pff, vond ik het soms zo dom. En ik vond het eigenlijk niet aangewezen. Zo klein denkend. Ja. En als je nu een keer van Cercelen eventueel. Wat Monaco nu gedaan heeft met Cercle, Als je bijvoorbeeld hetzelfde gedaan hebt. Ja, in België mag dat nu, met een buitenlandse club mag dat wel. Maar dat was misschien toch wel ergens iets geweest waar dat men hem toen had moeten aan denken. Maar de mentaliteit toen was not done. Al, hè, alles wordt afgeplakt, alles moest ja. dicht, alles mocht niet open gaan. Ja, en dan ja, heb je het geluk als trainer van hè, dat tikje geluk heb je nodig als speler. Heb je geluk ook als, nodig als trainer. En dan win uh, je het de eerste, de eerste jaar, de beker van België. Ja, dan ben je vertrokken natuurlijk. En je ja. jonge trainer. en In die tijd waren er nog wat oudere trainers. Ja. Nu ben ik zelf bij de oudere soort. Maar uh, was je de jongste trainer, 35 jaar, om de beker winnen? Met een hele. Ik vond het onvoorstelbaar dat die, die niet-amateurs, die jongens die dan om 5 uur 30 moesten gaan trainen, 6 uur, en dat ik zo streng was op hun. Ik heb nadien gezegd, ik heb eigenlijk die jongens een enorme die hebben eigenlijk enorme resultaten gehad. Ja. Heel de dag gaan werken en dan s'avonds nog. Ik had vier profs, geloof ik. Uh, ja, we konden dus middags niet eten, dus we moesten om 1 uur 30 trainen, om, om 5 uur 30 trainen. Maar uh, veel plezier gehad aan, die, aan hoe dat die jongens eigenlijk het maximum gaven. Al. Ja. En ik heb dan ja, het geluk gehad van uh, heel jong ook op een Bek de gaas te lopen. Aan 38 jaar werd ik trainer van Anderlecht. De good looking, sorry, good looking, zeker ben ik nooit geweest. Maar <laughs> word ik dan ja, coach van Anderlecht. En na zeven maanden ben ik uh, dan ontslagen geweest. En, en dat is eigenlijk ook naar mezelf toe. Goed, twee voetjes op de grond. Ja. Ik, want het leven was allemaal mooi en dat ging heel snel. En, en mijn carrière was al. De... En dat heb ik dan ook uh, mezelf ook rechtgezet. En zo, Kortrijk en zo verder, werd ik dan toch wel wat. Gedaan in België, ja, maar ook in het buitenland. En als we het dan hebben over die trainercarrière, is er dan iemand, je noemde net Raymond Goethals, Guy Thijs, ja. ja, de grote der Belgische coaches, is er iemand die dat eigenlijk een grote invloed op u heeft gehad? Of iemand als... waardoor u zei van daar heb ik mij als coach een beetje naar gevormd? Er zijn er natuurlijk redelijk wat bij dat ik zeg, zo ben ik niet en zo ja. ga ik, ik niet, niet werken. Ik had natuurlijk mijn, mijn opleiding een klein beetje als fysiotherapeut, als, sportkot, als sportkotter. En niet vergeten dat in die tijd dat ik sportkot deed, de... Dat ik nog echt een goede student. Ik bedoel, letterlijk en figuurlijk ook s'avonds. <laughs> dus uh, kwam ik soms ook dat half metertje tekort. En een Crossing schuim, waar wij een ploeg die juist de eerste kon blijven. En dan pakte ik de kaart en was, werd ik Mac de Knife, het mes. En dan kwam ik juist eigenlijk iets te laat. Ik was technisch zeker niet vervolmaakt volmaakte spelers. In tegendeel. ik was een beetje jaloers van de spelers van de Schiffers, van de Van Moers, van de Jeff Jurions, van de Paul van Imst. Uh, van de Kevin De Bruyne's. <laughs> maar je hebt van soorten spelers nodig. En ik moet zeggen dat uh, ik mij daar als speler uh, heb ik, uh, het voordeel gehad van mijn basiskennis gehad hebben. Ja. En nu constant willen ontwikkelen, perfectionistisch zijn, nooit tevreden zijn met jezelf. Altijd maar proberen die limieten, die 5% bij. Ja. Normaal ben ik 90%, maar je weet, <laughs> en mijn uitlaat. Ik wou het zelf niet zeggen. <laughs> ik weet dat ik dat zelf altijd gooi. Maar en dan die, ja, die 10% of die 5% of die, die 1% erbij en, en nooit, nooit echt tevreden zijn en constant uh, proberen het maximum eruit te halen. Ja. En dat is dan gelukt omdat je ook tegen mentaliteit en omdat je. Uh, mentaliteit van waren toen nog amateurs, nou niet amateurs en dan moest je uh, ik kreeg nog iets bij we hadden dan een verwarmde bank en dan zo'n olieding onder de bank en dan niet bij de tegenstander die gaan we dus ja. niks gunnen uh, en, en, en dat mijn spelers toch warm zaten en zo verder en zo, ja, zo werd je ook ten opzichte van uh, werken van ik wil eten de was werd nog niet gedaan en dan, ja. moest je dat, dan ben je dan een betante, lastige trainer die altijd maar constant bezig is, ja. die zelf naar sponsors zoekt, die meegaat voor, de spe, voor, voor spelers, voor etentjes, ja. hè, voor een keer. Maar dat, dat maakt het ook zo mooi en, en, ja. en, en zo druk. Maar echt stress in het vak nou, vond, vond ik niet. Ik vond het een verantwoordelijkheid die je had. Mensen beter maken, mensen helpen ja. en inzicht krijgen in mensen... En, ook mensen kunnen fouten maken. Ik zelf maak ook fouten en heel veel fouten gemaakt, ook al in mijn leven. Maar daaruit leren. En, en, en daarom dat ik uh, dat multiculturele, uh, naar mezelf toe, de, de verschillende landen gewerkt heb. Vele clubs en landen mogen teruggaan. Dus als dat niet goed geweest is, meestal dat mag je niet. Dat betekent dat de eerste keer zeker altijd. Heel goed is geweest, door of, of door omstandigheden of privéomstandigheden. Ja. Er zijn omstandigheden geweest waar ik heb moeten terugkomen. Ja. Hè. Soms gaat het over kinderen, over de vrouw ja. of over jezelf. En ja. uh, daar is ook niks mis mee met dat ook te, te zeggen ook, ja. hè, maar, en die weg te steken. Zoals je zegt, uh, heel veel clubs gedaan, ook op ons coach geweest in het buitenland vooral. En dan. Ja, als je zo kijkt door Wikipedia, Wikipedia ziet je allemaal Belgische vlaggetjes staan en dan één Turks vlaggetje en dan terug heel veel Belgische vlaggetjes. Dus dat eerste buitenlandse avontuur kwam er eigenlijk in de jaren 90 bij Hoe Heb u dat ervaren? Ja. Want dat was ja niet de Turkije dat we nu kennen toch denk ik dan. Uh, dat was aan de Zwarte Zee. Hè? Dus ja. dat was juist de overkant van Oekraïne. Uh -huh. Dus uh, ik zal zeggen Trabzonspor was niet Antalya, dat was niet Istanbul, dat was wel de, helemaal de andere kant. Ja. En die uh, een club is die heel fanatiek is. En de toedoen van een Belgische coach, Urbain Braams. En jean marie Pfaff was er al geweest. Dus uh, die goed gesproken had. Meestal de Belgische mensen spreken niet goed van de andere Belgen. Meestal duwen ze naar beneden en is een ander beter. Dat is een soort jaloezie. Urbeer Braams had mij aangesproken. En die in één keer... Bij KV Mechelen was ik. Ja. Uh, wat ik zelf ook... Ik was bij Club Brugge trainer geweest. Uh, geweest. Kampioen gespeeld, beker gewonnen. Juist nog tegen KV Mechelen. KV Mechelen die in één keer zijn spelers moest verkopen. Door John Courtier Een zaliger, een fantastische voorzitter. Uh, ik ken niks van voetbal, zegt hij, maar hij is een goede bedrijfsleider. Hij heeft dat moeten doen. En heeft dan zijn spelers, Philippe Albeer heeft dan Emmers en Bruno en enzovoort. Hij heeft al zijn spelers, Eikelkamp, moeten verkopen aan Brugge. Veel spelers naar anderen heeft verkocht. En ja, in het tweede jaar. Ik zat er met mijn drie jaar contract. Natuurlijk, ja. ja, zonder spelers is heel moeilijk. van. Ja. Um, en toen ben ik, uh, na dat jaar, ben ik naar. Drie dagen getraind in KV Mechelen, tweede jaar. En uh, we hebben de bekerfinale niet vergeten, tegen Antwerpen gespeeld in Brugge. Uh -huh. en we waren met pennanties en dat was uh, de laatste penalty. Is gemist, de tiende of de elfde dacht ik, door lijklijsters. Zaliger ook al, spijtig genoeg. De speler waar ik zelf nog mee gespeeld had in Brugge in mijn beginjaren, 72, 73, was hij jeugdspelertje daar. Ja. En uh, ja, dat was met de grote Michel Perdom En Svilar aan de andere kant. En uh, we hebben die wedstrijd verloren. En dan drie dagen na de eerste training. Ik had Glenn de boek nog laten kopen van uh, Boom. En die zei trainer. Na drie dagen vertrek hier naar het <laughs> en, en ik sta hier en je hebt me hier laten aankopen. En uh, Turkije. Dus kort ontvangen in Istanbul. Uh, je weet. Uh, dan met de privévlieger, Eerst een vergadering. Ja, weet hoe dat gaat in ja. Istanbul? De voorzitter woonde in Istanbul. En dan naar, heel vlug naar Trabzon. En ik vond dat we heel weinig tijd waren. Twee, drie uur. Privévlieger, hup, vliegen, vlieger terug. Maar dus eigenlijk had ik niets gezien van scholen. Of voor de, voor de kinderen, of voor de vrouw. Ja. Of voor, maar uh, dat trainingscentrum was een, een opbouw. was een, een mooi trainingscentrum. Nu hebben ze een heel mooi stadium. Een, een gans nieuw stadium. Um, er zijn ook al wat Belgen gepasseerd daar. De Boos is ook al uh, daar coach geweest in de tussentijd. En ik had heel geluk gehad dat Urbijn Brams mij daar aangepraat. Ik, da ik, ik was er eigenlijk heel, heel graag. En uh, dat was een heel fanatieke, maar ook fantastische. Uh, als je dus vandaag zei, morgen kom ik chai drinken, kom ik uw thee drinken, dan moest je wel uw thee gaan drinken. En er was dan 30.000, 35.000 man in het stadion. En als je dan verloor, had je nog 10.000 mensen. Die kwamen uit jouwen. En die kwamen dan een dag later. kwamen ze een keer aan het trainingsveld nog een was keer goeiedag zeggen. Was dat de ervaring? Om dat was een ander. Je weet, dat is Napoli, Napels 2. Ja. Ja, ik heb nogal Algerije meegemaakt. Ja. Ik heb <laughs> toch al wat, uh, wat meegemaakt. Ik heb Iran meegemaakt. Ik heb toch al wat uh, toestanden meegemaakt. Van warmbloedige mensen. Die dan natuurlijk fantastisch achter de ploeg staan. laatste ja. Ja, daar, daar moet ik zeggen, uh, heel warme mensen, ja. leuke mensen ook. Ze hebben weinig, maar ze geven heel veel en ze ja. geven heel veel liefde. En uh, die spelers ook, uh, vooral de controle over zichzelf houden, was belangrijk. In die tijd hadden ze drie, een drietal Russische spelers. Uh, twee twee waren, waren gekwetst en uh, ik moet zeggen dat we hebben dan twee redelijk goede seizoenen gedraaid. Maar ja, de voorzitter woonde in Istanbul, ondervoorzitter woonde in Kara en, en, en zo, oh, zo wat, werd die club beheerd. Maar nu hebben ze een heel stabiele, ze hebben de kampioen gespeeld. Het is een heel stabiele club. Maar uh, mijn eerste buitenlandse ervaring, was dat ik dacht, ik ga in het Westland hier blijven. Uh, Kortrijk, uh, Brugge en ja. zo verder. Maar toen ik naar Mechelen geweest was, dacht ik, ja, België wordt een beetje klein. Ja. En uiteindelijk ben ik nog heel veel teruggekomen naar België. Erik, daarna belandt u voor de eerste keer terug bij een club, terug bij Cercle Brugge. Was dat voelde dat als iets meer thuis komen dan? Ja, dan ik, had cerkel, ik had zeker, al gehad, hè? Ja. Als, als trainer en ja. ik had pff, ja, dat is ja, als je daar de beker gewonnen hebt en je hebt daar Europees mee gespeeld tegen Dresden, ja. hè, Waar we normaal als nog moesten gekwalificeerd hadden, ja, en dan nog een keer een bekerfinale verloren, dus op die drie jaar tijd, ja, ik heb. Ja, daar, nee, ik heb geweldig geamuseerd en toen, ja, toen ik de telefoon kreeg van, van iemand van het bestuur van, van, van de Cercle. Ja, uh, maar ik, ik verstond er mij niet aan. Ik, ik weet niet welke coach dat toen was, ik denk geen Maar ik verstond er mij niet aan. Ze hadden Weber, Montiano, Sinimes enzovoort. Ik verstond er mij niet aan dat die ploeg daar kon staan. Dus in die tijd, ja, nu is het makkelijk, hè? we kijken een keer vlug. Ja. <laughs> maar in die tijd, ons internet en zo, bestond nog niet echt. Hè? Het waren meestal vaste telefoons nog. Of juist ja. een, een draagbare, zo van de twee kilo. Of van vijf kilo. Ja, dat zijn een mooie tijd eigenlijk. Hè? Ze ja. kon je ook niet lastigvallen ook. Maar ja, je kon ook in informatie en hoe dat je informatie moest verschaffen. Hè? En hoe dat je alles moest voorbereiden. Dat was ja, pionierswerk hè? In, ja. in ons vak. Zeg je toen zeggen... misschien meer talent ook? Ja, Als in ja, een scout moet dan echt talent hebben om iemand te vinden, want nu kan ik, wij, ik kan nu ook op transfermarkt ja. ik een goede jongen vinden van, van 17, 18 jaar. En ik kan deze Klopt. wedstrijd zelfs online bekijken, maar om hem toen te vinden is een wereld van verschil toch? Laat ik zo zeggen, het belangrijkste is ja, eerst zien dat hij talent heeft. Nu, als je dat niet ziet, dan denk ik dat je al een scout kan worden. Ja. Ja. Er zijn er ook mensen, bij. maar zoals je zegt... Een ander persoonlijk contact. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik had bijvoorbeeld een Foucault Boy. Die was mijn spits geweest bij, bij Kortrijk. En die speelde bij Groningen. Eikelkamp heeft er ook nog gespeeld. En Foucault Boy, wij gaan die... Well, we, krijgen een, we, krijgen een, we krijgen een bericht binnen. Ja, Foucault Boy. Ja, vier mensen van het bestuur gingen ermee. Ik, heb al niet zo graag, ik word niet zo graag gedirigeerd. Eh, dus uh, ik zeg ja, ik heb hem een keer gaan bekijken. Ik heb het toen niet gezegd tegen Foukeboy dat ik kwam bekijken. Eentje door ik hem zelf gaan kijken. Ja, Noorden van Nederland. Pst, ja, 400 kilometer, maar oké. Okay, Misschien dat je mag... het naar Turkije bent geweest, is dat al minder wow, dat is een kleinigheid. En, we, en uh, die, we gaan dus die vier, vijf mensen mee, met vijf mensen in de auto. En zo naar Groningen. Die speelt daar een wedstrijd, maar slecht. Maar slecht. Dat trok dus echt, echt op niks. Ik heb er nog zo eentje gehad. Krinkovic. Eddie Krinkovic, die dan bij Cercle speelde, die heeft daar nog bij Anderlecht gespeeld. Ook nog bij een topschutter geweest. En Foucault Boy, die komt na de wedstrijd. En die komt naar me toe. Hij had mij al een keer gezien. En zijn schoolvader was ook bij een nationale ploeg daar, uh, assistent-trainer geweest. Hij zegt, nou. Als ik mezelf moest kopen, zou ik mezelf nood kopen. Zou ik mezelf nood verkopen. Ik zou, ik zou nooit nood kopen. Klote match heb ik gespeeld. Ik zeg: maar die man moet ik hebben. Die heeft karakter. Die heeft zichzelf. Ja. Weet dat hem slecht heeft gespeeld. Heeft bepaalde capaciteit. Hij was niet de technische voetbal. Hij was krachtig. Een goede, goede kopslag. Uh, harde trap. Was een, uh, echt een. Uh, samen met Farina was dat bij Club Brugge. Nadien. Kocht heb ik die meegenomen. Veel spelers die ik ook meegenomen heb, als ik kon. Als het financieel haalbaar is, als het een kleine club zijn, konden die meenemen naar een toploeg. Ja. Vroeger ging dat nog. Nu kunnen, de kunnen zelfs de spelers van KV Mechel en enzovoort niet gaan halen. Spijtig genoeg. Maar het inzicht hebben zoals je zegt, is met mensen omgaan, is eerst inzicht hebben over de kwaliteit. Ik vind ook een jeugdtrainer, dat die nog beter moet zijn dan een A-trainer, want die moet altijd het zin hebben, want die kan het maken, die kan het niet maken. He, niet alleen de mentale waarden, de fysieke waarden. Oké, okay, nu kunnen we alles al testing doen, ja. maar toen bestond dat eigenlijk niet. Toen was He, als je dan doorduwde voor zelfs een polaar, of uh, ja, dat lukte dan al niet. Ja. En als je dan uh, een aantal dingen erbij vroeg, ja, als we nu de en enzovoort, enzovoort kunnen we alles nagaan, dan zien we elke elk, data. En voor mij data zijn data wel belangrijk. En in de tijd heeft men me gezegd, is jou, omdat omdat je universiteit gedaan heeft. Wil jij tonen? Ik zeg nee, dit kunnen wij gebruiken. Dat is eigenlijk iets te vroeg met, met de modernisering. En buik, buikgevoel? Ik geloof niet in een buikgevoel. Je ziet wel of iemand kan voetballen, of die het inzicht heeft, en waar dat die het wel kan maken, waar dat die misschien wel gaat lukken of niet gaat lukken. Dat is dus bij sommige spelers: hoe komt het dat die daar niet slaagt en dat die bij die andere wel slaagt? Ja. Hoe komt het, mentale begeleiding, fysieke begeleiding, de wil tot. En bij mij blijft het allemaal op. het hoofdje. Geluk ook. ze wil meest... wel gelukkig zijn. Ergens, ergens gelukkig ja. zijn? Nee, nee. Ja, plek like plek gezegd, spelers die ongelukkig zijn, kunnen ook niet presteren. Nee. Dus dat gaat van privévlakken, dat gaat van kinderen, dat gaat naar de vrouw, naar relaties, naar heimwee. Als je zelf geweest bent, hoe weinig dat sommige van die mensen hebben. Als ik twee keer de Afrika Cup heb gedaan, moet ik zeggen... Mijn ogen, de, de tranen in mijn ogen. En dan zeg ik, die mensen zijn wel gelukkig. Hè? En dan kom ik naar België en klaren en zagen. En dan zeg ik, weet je wat je doet? Kom een keer een week of zes mee. Hè? En kom een keer mee naar de National ja. Niet de kant van de match, maar die andere kant. Hè? Naar die armoede en die pijn die ze kunnen doorstaan. En toch het plezier nog hebben. Ja. Het levensplezier nog hebben. Hè? En dan... Vergrijp je toch wel dat je die jongens niet met vijven nee, in een appartementje steekt, of met, met vieren, dat je die moet begeleiden? Ja. En dat was ik de zar. Maar Dat is iets in het voetbal dat, denk ik, vaker voorkomt, iets dat nog niet misschien vaak in de media voorkomt, want dat zijn vaak verhalen van spelers die dat er niet doorkomen. Want we kijken in de media, we luisteren altijd graag naar de verhalen van de spelers die er wel komen. We luisteren in de media veel naar de negatieve verhalen, dat verkoopt, dat je ja. een goede gast bent, dat je ja. kwaliteit hebt, dat je een, een, een autoriteit zet. Hé, nee, dat gaan een uit. Dat, ja. dat verkoopt toch iets van de verkopen meer magazines dan. M mee, meestal is dat zo. Ja. En van en, spelers ook. En, en sommige spelers maken een groep stuk. En sommige spelers maken zichzelf stuk. Ja. En ik heb altijd spijt. Ik, ik, we spreken altijd, hè. coaches hebben dat ook wel soms, gelijk iedereen. Ik heb de, de dingen schat, ik heb de compagnie schat, de hazard schat, de, de bruine schat. En, en. Nee, nee, ze hebben zichzelf gemaakt. Je kunt ze helpen en leiden en. Uh, op het juiste moment, ja. he, Boussoufah, de eerste twee maanden, de vonken vlogen eruit tussen hem en ik, totdat ik zijn vader gezien had. En zijn vader de verantwoordelijkheid gekregen van zijn vader. Want je weet altijd, in Marokko is datzelfde, Fellaini. de vader is, is nog, nog altijd. altijd ja. Dat is nog altijd hiërarchie. Ja. Ik geloof nog altijd in die hiërarchie. En gelukkig dat nou, dat nog bestaat en respect. Ja. Dat zijn waarden die niet gaan veranderen. Uh, waar ook de tijden gaan en dan moet je inbeelden dat ik de ouders wel zien dat ik meestal zie hoe dat ze leefden, uh, ze moesten begrijpen dat ze een keer een fout deden uh, en dat zij zich moesten aanpassen aan ons ritme, dat weet je soms juist op tijd kopen was een begin uh -huh. en ik ben daar nogal heel strikt en nogal perfectionistisch op, en, maar geef ze ook de kans, natuurlijk geen twintig kansen. Maar geef ze een kans als ze een keer in fout gedaan ah, hebben. He, als ik, kan u zeggen, Anthony van den Borre, bijvoorbeeld, toe gooien. Ik heb met Anthony van den Borre nooit geen enkel probleem gehad. No. En hoeveel coaches hebben daar problemen mee gehad? Mario die belde me op, hoe is dat mogelijk? Hoe krijg jij dat gedaan? Ik zeg, ja, maar dus het is een kwestie van een beetje feeling. En ik zeg, ten tweede, ik heb bij mij een leidersfiguur. He, ik heb hem gewoon gezegd, Vincent. Kup, hè? Je, je, je houdt te bezig met Anthony. Ik zeg, Anthony, ik pak je voor je voetballewaarden. Ik zeg, je nu een beetje wie je bent, want iedereen breekt die toch af. Ja. Ik zeg, ik wil je terugnemen. Hij heeft dan tegen Roemenië gespeeld. Ik denk dat uh, België-Roemenië was in standaard. Hij speelde een superwedstrijd. Hij heeft mij nooit ontgoven. Hij heeft altijd op de juiste op de, op de momenten daar geweest. Vincent hield dat dan door. En ik heb nooit geen probleem met Anthony van den Borre. En het is spijtig dat we zulke man dan verliezen... Want was een van de beste rechtsachters die we ooit zouden ja. gehad hebben. Misschien een talent of zelfs winstend overstijgend. Eigenlijk had u het moeten het kunnen de... samenwerken met die DLM Lamcose. Ik, ik heb er drie jaar mee samengewerkt ik, 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 en als ik hoor dat u nu praat over Anthony van den Borre, herken ik exact hetzelfde verhaal. Ik denk en, want je kunt altijd zeggen als je niet mee gewerkt hebt, kun je het niet weten. Ja. En je moet die mens kennen. En je moet ja, elkaar ja. zien en je moet elkaar voelen. Ja. En je moet in elkaar gewoon maar misschien, daar was ik ouderwets. die moesten binnenkomen, moesten groeien dag zeggen. Elke morgen moesten die komen, goeien dag zeggen. En die moesten in mijn ogen kijken en ik keek in hun ogen. Ik wist al genoeg, hoe laat dat was, vond ik. Uh, en dan krijg je heel de, heel de oude op van, uh, hoe heb je geslapen, eten en dat, 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 Maar dat was voor mijn assistenten. Ja. Maar het eerste contact was met mijzelf. Het spreken met de jongen en proberen uh, het gevoel te krijgen naar elkaar toe. Of het respect te krijgen. Het uh, is logisch dat, die, dat ik... Is dat nu... Lamkaze heeft zich, bijvoorbeeld nu in, in Kortrijk, bijvoorbeeld ten opzichte van de supporters van Antwerpen. Ja, en dat kun je soms wel een keer misschien triggeren naar hem toe. Want ik, probeer dat. Probeer, maar soms is dat sterker dan zichzelf. Ik heb er vaak mee gepraat. Dat is, ja, is, ik denk het. Toch. Maar, is het daarom mislukt? Nee. Uh, je hebt toch tenminste gepraat met hem. Je hebt proberen ook, en ik hoop nu, hoe zit hij nu? En, en, wie dat zeker? Wie dat? Ja, Casablanca. Wie dat? Casablanca. Wie dat, wie dat Casablanca? Ja. Hoop ik dat, dat er daar op een bepaald moment een coach is of een, een die, die hem wel kan triggeren. De cultuur gaat hem meer liggen, denk ik ook. Ik denk het ook. Ja. Want ik moet zeggen, ik heb redelijk vat in Marokko dan toch wel wat. Ja. Uh, wie dat hebben we nog uitgeschakeld met? In het Sahel ben ik ja. geweest, en die we eruit. Maar. Het is wel fantastisch toch als je zulke jongens op de rails krijgt, dan, dan verlies je geen talent. Nee, eh, en dan ook naar een leven toe, eh, want het duurt natuurlijk maar eventjes. Eh, en dan, eh, heb ik bijvoorbeeld, toen ik bij Andrecht de trainer was, uh, werd, heb ik dan een speler, Keshi. Dat was een, een figuur, een centrale vertegenwoordiger. Die kwam van Lokeren, dat was een Nigeriaan. Die is dan coach geweest, denk ik, nog van uh, Nigeria. Ja. En, Kessie, was een persoonlijkheid. Dat was een man die, die dirigeerde samen met Van Tegelen, die dan toch een Nationaal ploeg van Nederland, die dirigeerde dan. Oké, okay, spijtig genoeg ook al overleden, mm -hmm. op zeer jonge leeftijd. Maar het intrigeerde mij ook altijd, anders kleurig. Dus met een, een veel gevoeliger en, en, en ja. een, soms betere, betere aard dan wij. Eh, uh, spijtig dat ik dat moest zeggen. Want we hebben dat, uh, denk ik ook, veel spelers... Beetje in de vernedering geduwd en ook niet geholpen. Dat denk ik zeker. En ik denk dat we daar als clubs nu al een stuk verder staan. In die scouting zijn we al een stuk verder. Ja. En, en ook met de trainers, met, trainers ook met de, met de staf die we kunnen ontwikkelen nu, eigenlijk, dat we toch een uh, vakmensenronde ja. kunnen creëren en Lokale controles die kunnen voorzien voor die En controles doen, maar het belangrijkste is de spelers doen inzien, kijk, welke richting wilt je? Ja. De wil tot winnen. Wat wil je zelf? Wil je zagen klagen of wil je over de trainers zagen die zijn niet goed genoeg? Of het systeem past je niet? Of ga je zelf iets aan jezelf doen? Ja. En wat is u? Zoals ik met sommige spelers, Meunier bijvoorbeeld, gesproken heb: Thomas, je hebt je mijn beste betere aanvallers. De tweede keer dat ik met de bruggen kwam, was hij daar. En, Begon als spits. Ja, en was spits. En, en toen zei ja, Wat wil je in je leven? Ja, top. Ja, iedereen wil top. Ja. <laughs> iedereen wil veel geld, wil creëren, man. Ja. Ik zeg: eh, Top. Ik zeg, ja. En toen zei ik: Moet ik mag eerlijk zijn? Ik zeg: Ik vind jou een heel technisch goed. Veel loopvermogen groot. Uh, technisch goed. Positie nog niks. Maar ik zei, ik zou je liever terugtrekken. Ik zou liever liever rechtsachter gaan zetten of wingback, want in zijn positie defensief was je nog niet goed. Maar eigenlijk echt de wingbacks. Ik zei op de wingback kan je internationale carrière maken. Tegenzelfde stel ik natuurlijk de manager aan de lijn. Natuurlijk, een trein? Twee man kwast. Is die zijn geld ook? Die dacht al. Ik zeg maar een goede rechtsachter of een matige of een matige of een degelijke spits. Ik ga voor die hele goede internationaal, ik ga er veel mee krijgen. Mee. Maar dat, en dat was ook voor de jongen, omzetten van reisbuiten of, of tweede spits. En ik had toen ook al vier doelpunten gemaakt, of vijf doelpunten gemaakt op die moment. Toen zeg ik, ja, ik, ik heb het nog gedaan. Uh, Gillet bijvoorbeeld heb ik dat gedaan. Ja, ja. Sandy Martens heb ik dat nog gedaan. Ik heb nog dikke spelers die van voor teruggetrokken. Omdat ja, Lombard bijvoorbeeld linksachter. Vertongen, hè? Jan Vertongen. Die heeft op zes op linksback. Ja. ja, Jan Vertongen, Alderwijk, die waren de twee centrale WD'ers. Van Aijks, die moesten open gaan spelen, want ik had wel gaat, gaat van zes buiten, jongens die. Van buiten. Company. Uh, company Lombards. Was, uh, 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 in die tijd was. Uh, dingen, van Damme dan ook. Juist van Damme. <laughs> ja, Van Damme. <laughs> en ik moet zeggen, ja, dan, dan pas je je systeem toch aan ja. aan je spelers. Zeker als je niet. De wereldklasse en of, wilt de geen, of wilt je natuurlijk je eigen idee doden, of zeg je, we kunnen systeem A, we hebben systeem B, maar wat, beter, wat het beter is toch voor je spelers? Hoe kunnen we die ja. spelers of, ze ontwikkelen? Ja. He, ik versta er altijd niet dat, uh, dat topspelers toch makkelijk kunnen overschakelen van deze systeem in het andere. Ik denk dat de beste spelers dat moeten kunnen als je, maar, andere, als je andere sporten ziet in basket, hebben ze een x-aantal systemen en dan hockey en een, uh, ja. een handbal enzovoort. Dus ja. uh, ik projecteer dat dikwijls met andere sporten omdat ik van het begin al getriggerd was omdat ik sporter gedaan heb in die andere sporten. En hoeveel dat zij moesten doen, atletiek en individuele sporten en zo, hoeveel dat ze in tennis, hoeveel dat zij er moesten voor doen. En hoe wij als team, uh, het, als voetbal, dit leuker is. Heeft dat nog een verdere invloed op u gehad als uh, tacticus, zeg maar? Als coach om te weten van, ja. je hebt de basketbal waar dat je zo kijkt, je hebt naar de atletiek waar dat je misschien ja, voorbereidt. je hebt die moderne, ja, ja. Die universitaire kant eigenlijk mee. Ja, die moet je blijven volgen. Als je dat niet blijft volgen, dan ga je hopeloos ja. achteruit, dan ben je al Dat Is gelijk social media nu en zo verder. Ja. Dan ben je bij hopeloos druk. Als je die, de, de snelheid die er aan het gebeuren is, de omkadering die er aan gebeuren is, ik heb voor de gehad dat ik beperkte voetballer was, dat ik heel veel heb moeten nadenken. Uh -huh. Want dan zou ik nooit in eerste klasse kunnen spelen. En daardoor heb ik mezelf moeten ontwikkelen. Want ik, had, ik vond het zelf niet te snel. Ik had te grote al. En die tijd, een meter 87,5 was een grote verdediger al. Uh -huh. Nu is dat een normale verdediger. Dat is bijna uh -huh. een linksback nu. Ja, nu is dat bijna die grote. Dus, maar die tijden, veranderen. die tijden veranderen. En dan heb je dan uh, toch wel uh, het fysiek gedeelte. Maar voor mij was het belangrijk. Dat in die ontwikkeling... En ik zeg, veel dingen kun je eruit nemen uit de individuele sport. Wat ik niet graag deed, was zwemmen. Dat was nog wat anders. Maar dat is ook niet zo... Hè. Maar dan in de recuperatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus uh, in mijn ontwikkeling van mijn job heeft mij dat enorm geholpen. Ja. En mijn, uh, ook begeleiding van spelers. En ook programma's. Fysieke uh, programma's dat... Uh, die je zelf kunt uh, nagaan. Ik heb nooit problemen gehad met medische staf. Dus uh, ja, als ik in de tijd, uh, zoveel jaren geleden, lieve Maarschalk... Je hebt de top van de wereld in België en we hebben dat niet bij de Nationale Ploeg. Ja. dat Volk kan u, niet. Dat kan niet. En toen ik hem een, een week geleden gezien heb, ik zeg, liever mijn beste transfer en uh, Nationale Ploeg kunde niet bij jij. Ja. En ja, op dat moment was het ook heel makkelijk, want ik moet zeggen, dat mijn voorzitter en mijn ondervoorzitter toen op die moment. Het ja. ja. budget is er niet, ja. En ze hebben gaan zoeken voor grotere sponsors. En we hebben toch met BMW, met uh, PWC, PVC, ja. met, met GLS, uh, met ING, hebben we een groot, grote sponsors kunnen aandenken. En we hebben dan niet dat lieven, maar lieven dat ook graag doen. Ja. Lieven is, is bellig ja. En wij kunnen een verkoopproduct naar Engeland toe. Als ik liever naar Chelsea stuurde en als ik liever nu bij Real Madrid, Real Madrid ja, nu Real Madrid, ja, dat is voor ons, voor België is dat Het is ook een exportproduct. Product, hè? Een exportproduct. Zoals de spelers nu geweest zijn, de één zak die achterblijft en dat begint nu gelukkig te en komen. De coaches komen nog. De coaches. En Philippe Le Mans stelt nu tweede in Frankrijk. Fantastisch, Philippe Le Mans. Nu, mijn derde ja, -trainer, trainer, mijn belofte trainer bij, bij Club Brugge, want ik daar, daar was. Dat was mm -hmm. Die was derde trainer, was linietrainer van de verdedigers en van de middenvelders. En Brille was van de handballers en Van de Rijden was van de middenvelders ook. Mm -hmm. uh, en die deed de individuele analyses al, Filip. Uh, Verstandig, twee voetjes op de grond. Heeft zijn eigen carrière gemaakt. Zogezegd, matige voetbal heel functionele voetballer. Wouter Franken die het bij Genk nu goed doet. Geraars, die dat ja. zeer goed doet. Bij, Union. bij KV KVM, Michel, vind ik in de ook leuk voetbal brengen. Ja, onvoorstelbaar. En dan zie je, dit, dit soort spelers die zichzelf aan het manifesteren zijn en die straks internationale carrière gaan maken, ik ben ervan overtuigd. Waarom is dat zo, heeft dat zo lang geduurd? Onze spelers hebben zich wel gemanifesteerd ja. in Engeland, Italië, Spanje of ja. waar dan ook. Het heeft zijn tijd ook nodig gehad, hier dat we ons goed hebben manifesteerd op internationaal niveau natuurlijk. Zijn er nog spelers waarin u dat hebt gezien, waarvan u van denkt, dat gaan nog coaches worden, of dat, dat zullen nog bondscoaches worden? Ja, want bij, uiteindelijk, bij, als we, bij als compagnie, we nagaan, is niet moeilijk, bij compagnie is niet moeilijk, want, dat, want ik had... Dat ik, was op ik, zijn zestiende, denk ik al. Uh, het, ik, weet niet, ik weet het niet. Ik denk dat er sommigen... In België altijd zo'n beetje zaluzie ten opzichte van persoonlijkheden. Uh -huh. Ik vond dat... Uh, Vincent was geen kapitein van de ploeg toen. De keuze was toen op uh, Thomas Vermaelen. Uh -huh. Verstond dat niet. Toen het eerste wat ik gedaan heb is: Zo jongens, ik ga je overrollen. Spijtig. Voor de rest wil ik democratie. Je mocht ook meespreken. Maar dat is één beslissing die ik neem. Vincent wordt mijn kapitein. Omdat hij op en naast het veld. Mediatiek en uh, naar uitstraling toe. Ja, kan je niet beter hebben. Een voorbeeld. Een voorbeeldfunctie ten opzichte van iedereen en nog wat. Ja, Dus uh, zag ik niet in. Omdat er een probleem was geweest met dikke advocaat. Een keer omdat ze een grootmoeder of zo, verstorven was, ja. of zo. Weg. Ik zeg, dit, dit is de, echt een fantastische kapitein. Ja. Fantastische mens ook. Spijtig dat hij uit België nu weg is. Kijk wat hij nu doet een België. Wauw, fantastisch. En ik denk dat hij stilletjes is aan. Uh, ja, Guardiola, als Guardiola daar weg gaat, Manchester City en dan hebben we weer topcoaches op wereldniveau. En dan kan hij misschien de latere fase misschien terug een keer bij de nationale ploeg keren oh. als zij. Beetje, want als Anderlecht hem die drie jaar niet had gehad. Hè, ik moet ook zeggen, met dank ook aan Verkouter. Ik ben heel blij dat Verkouter straks komt. Mm. Maar, met, want anders had Ander misschien al zes treinen schat in plaats van die, ja. in, die, in die drie jaar dat hij er geweest Hij heeft dat krediet ook mede dankzij de speler die hij was, zonder dat hij het niet verdiend heeft. Maar ik denk wel dat hij is een leider geweest altijd op ja, het veld. We, maar hij is een icoon ook Want Ik denk in heel het Belgisch voetbal kun je nergens ontkennen dat dat een van de grootste iconen is dat we ooit hebben gezien. Uh, ik denk de grootste en nu is er iemand ook, like de Bruyne natuurlijk, die, ja. die, die aan het maken is. Maar die is dan misschien niet zo mondig of zo het, het leidersfiguur is in beeld. Hij is anders. Ja. Ik, heb, ik heb de, de Bruyne gehad, Kevin heb ik gehad bij Gent. Ik was dan coach bij Gent en hij was een bij de jeugd. Ik zeg uh, Michel, hoe was je de Witte, in die tijd waren we eigenlijk failliet. Want we hadden en we hadden uh, allemaal vrije spelers, Walter de was erbij, uh, Boussouffo was erbij, uh, Lombards was erbij, uh, Folie was erbij, enzoverder, uh, Smoyen uh, enzovoort Grégoire well, was erbij. Um, het belangrijkste was toen, op die moment, uh, dat daar liep er zo een rostje zo en bij de jeugd. En ik zei, Michel, die moet wel een fantastische voetballer spe, speciaal karakter, nogal uh, een, ben winnaar, ben een, ben winnaar, een winnaar. ik kan niet verliezen. Je, je hebt ook gezien wat er gebeurd is natuurlijk nu, spijtig genoeg. Misschien, misschien wel niet spijtig genoeg, misschien is het goed wat er heeft moeten gebeuren. Uh, en ik vond ook van de nationale ploeg was dat een beetje spijtig. Maar deze hoogte van dit spelers. We hebben topspelers top gehad, maar dit niveau hebben we nog nodig. gehad. Van top van de wereld op dit top van de wereld op dit moment: van Doelman tot. We hebben fantastische doelmannen gehad, van, 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 van Predom naar, naar Pfaff. Ja. <coughs> en de, niet dat de rest minder was, maar dat laten we zeggen. Bij ja, Doelman ja. hebben we altijd al wel. Ik bepaalde... kijk naar Simon, Simon, wat hij doet, minule wat hij doet. En ze spijt hij, dacht, juist die kans juist uw kans, op die moment ja. in Liverpool. Want die blijft erbij dat hij die, die, dat die in Engeland bij de top is. Ja. En het is jammer eigenlijk, want uiteindelijk zelfs en... als tweede keeper is hij... Hij is veel te goed om ergens tweede keeper te zijn. Dat is ook zo, en dat is bij de nationale ploeg ook zo. Maar ja, dat is maar eentje die kan spelen. Ja. En Courtois is nu helemaal de wereld-wereld-wereldkeeper. Het eh, pro probleem is natuurlijk dat hij weinig kan spelen bij de ja. nationale ploeg. Het zijn en en, op en Wat meestal. hij wel gedaan heeft, Simon, en ik heb ze alle twee gehad in mijn tweede periode als nationaal coach. Dat was wel dat deze jongens zichzelf altijd een vraag stelden, altijd maar beter. De eerste wedstrijd van Courtois was in Frankrijk. Een vriendschappelijke wedstrijd 0-0 spelen. En dan zei je, ja, leek eens, je wordt leek dat je die nu durft opspelen blauw was dat, als trainer, Blan was trainer. En er stond er oh, zeker een Benzema, ja. Benzema in de spits. Dus aan die ploeg, dat, pff, dat was. Ik ja, zeg, wanneer moeten we testen, een vriendschappelijke wedstrijden? We spelen tegen Frank. die Albert tegen. En Simon was dan al. had tegen Oostenrijk gespeeld. Simon was eigenlijk perfect. Ik zeg, Simon is mijn eerste keeper. Ja. Ik zeg, ja, nu gaan we die jonge gasten weer een keer proberen. Die van Renk. Dat, dat zit er wel. Uh -huh. Maakt nog een wedstrijd, 0-0 spelen. En de King-kampioen gemaakt. Hè? Ja, heeft, boah, fantastisch. En dan zeg je. Wat ik nog wil toekomen is dat die gasten altijd maar willen verbeteren. En altijd maar willen verbeteren. En constant harder werken. Zelfs Courtois wil niet uit de rol. Die wil zelfs de kans niet laten. En dat, daar, daar gaat het om. De beste willen worden onder elkaar. En Simon heeft nu eigenlijk, vanuit Engeland terug te komen, meer een meer voetballende keeper te worden. Ja, die ja. speelt al de dubbele 16. He, ze speelt nu al... Uh, allee, ze staan bijna al... Op een penaltypunt, ja. op een kleine baklijn. En dat was vroeger anders. Ze stonden eigenlijk een meter van de lijn, of twee meter van ja. de lijn. En nu komen ze al vijf meter, nu zijn ze al tien meter, nu zijn we al een dubbele zestien. En ze hebben ja. zich een aanvallende keeper gemaakt, in ja. plaats van de, de reacties. De en ze weten hoe dat, de evolutie van de doelmannen, hoe dat die aan het evolueren is. Ja. En ze zijn meegevolgd. En ze zijn die elfde, de eerste aanvaller, of de, de eerste man. En ja, dat heeft Simon nu toch in Brugge, hij, hij heeft zijn kampioen gemaakt nee, uiteindelijk. Uh, hij heeft een heel, groot aandeel in de kampioenschappen die hij heeft gewonnen hier. Ik heb die wedstrijden gezien in Porto. Ik heb de wedstrijd thuis tegen Porto gezien. Champions, ik League heb, tegen de Champions, League. League. Champions League. Ik heb de wedstrijd tegen Union gezien. Ik denk dat we moeten zeggen dat Simon een heel groot deel... Allee, de man is die in Club Brugge kampioen gemaakt. andere anders, Union kampioen. Ja. Zo, dat zo simpel is dat. We kunnen het ineens hebben over Brugge, waar hij zelf ook twee keer wint geweest. Dus de staat van Brugge bijvoorbeeld, op dit moment is dat nog iets waar ik me over... Als we nu ook zeggen, en we moeten dat ook zo durven zeggen, ik ben een clubman en iedereen weet dat ik blauw-zwart ben en dat ik daar zo'n jaar gespeeld heb en dat ik twee keer trainen. Maar als ik de wedstrijd zie tegen Cercle, nog altijd dank u wel, Simon. Want als Simon Mignolet daar niet staat, is 3-0. Ja. En, en dan heeft Club Brugge daar niks op te zeggen. <coughs> en ik moet zeggen hoe dat ze het hebben vastgezet, hoe dat Cercle heeft gedaan, met de middelen die ze hebben en met ook drie, vier jonge Belgen dat vind je ook en dat vind je bijvoorbeeld ook wat ik ook vind aan van Bommel durf ik dan ook zeggen ja. die vermeerden daar later spelen Is goed. en die blijft staan maar die mogen die andere genezen zijn die gaat blijven staan van Bommel kennende die gaat gewoon blijven staan een goede speler onvoorstelbaar ik moet zeggen aan die leeftijd en dat al doen dus niet zeggen we hebben geen last genoeg we hebben met LaVio we hebben met met vermeren, we hebben met, met heinen, we hebben met onana, we hebben, we hebben veel aankomen. We moeten Tienemans, alleen maar. Ja. Dus Lopen nog heel veel jongens van beloconga. Ja, en op die positie en dat is concurrentie. Ja, dat is goed, hè? En als sommigen wat ouder worden en die jongeren die komen, ja, die en die moeten die zich manifesteren, moeten tonen dat die, dus moeten die ouderen eruit spelen. En als die ouderen, ik heb er toch nog eentje gezien van Real Madrid. Die was 37. Modric. Als ik die zag voetballen, die heeft ook de WK gespeeld. Tot de laatste wedstrijd, dacht ik toch. En vaak 120 ja, minuten. 120 minuten. En dat, die frisheid. En die is terug. En die heeft goesting. En die vindt het plezant, voetballers. Ze zijn 37 jaar. Dat is gelijk een, een Duracell. Ik zeg, wat is dat hier? En dan zou je die tweede helft. Dit hebben wij nog weinig gezien. Zelfs van Real Madrid. Een Benzema. 35 jaar. Top van de wereld: Top, topkaatsing. Terug. Beter laten spelen, Venetië. Oké, die is jong en hij wil wat. En, en, en ik moet zeggen, onverstaanbaar, het, het leuke voetbal dat we daar gezien hebben. Ik moet ook zeggen, het WK was ook. Van ons, Belgen, was het niet goed. Nee. We hebben het zelf een beetje negatief op voorhand. We hadden wedstrijden tegen Nederland, de Nation League. We hadden die wedstrijden daar in Egypte. Mag je het aan de, de, de voorbereiding dan eerder? Of, nee. Of nee. Het vormen. was maar een week voorbereiding. Dus. En de omstandigheden waren Ik ook denk niet dat we zelf, uh, zelf een beetje in de omstandigheden zo zwaar gemaakt hebben. Je moet, je, daar, je moet een statement maken. Ja. Het is niet van statement te maken. Die beslissing is twaalf jaar geleden gebeurd, dertien jaar geleden gebeurd. Oh, hè? Toen zat ik ook nog in diezelfde in de nationale ploeg van Tenezen in die tijd. En dan zeg je, uh, sorry, <coughs> wij kunnen dat toch niet veranderen. Het was een geweldige WK. Het is een mooie, fantastische organisatie geweest. Het is een topfinale geweest. Ja. Echt waar, we hebben ons geweldig geamuseerd. En dat er een aantal dingen fout lopen, in landen, daar kunnen wij niet aan doen. Ja. Dat is in andere landen ook al gebeurd. Wij zijn ook in Rusland gaan spelen. En iedereen is gewoon een dag gaan zeggen tegen Poetin. en nu halve draai. Oké, okay. ook nu voorstander, ik ben tegen de oorlog. En tegen alle oorlogen ben ik. Maar dat is in die tijd geweest, hè? omdat ja. het Rusland was. En dat het Qatar was. Dat was ja. twee keer gekozen voor het geld. Ja. Hè? En de goede organisatie. Want Rusland was perfect georganiseerd en ook Qatar was perfecte ja. organisatie. De en wij zijn tekortgeschoten omdat we de wil tot winnen te weinig grinta hadden. Te, als Marokko ons afbluft, zoals Cercle Club Bruggen heeft afgebluft, een duelkracht. Moeten we onszelf in Dan moeten we onszelf in de, de, de we we zelf in vraag stellen. Ja. En dat is misschien hard, maar dat is ook. U nou, zelf, uh, spelers rondom. En dan stelt u zelf een vraag. Ja. En ik vind dat Martinez dat fantastisch goed gedaan heeft. Ja. Maar ik blijf een voorstander van Martinez. Uh, uh, maar de spelers op zich. En onder elkaar beginnen dingen te zeggen. Ja. Dat heeft we de doodstick voor het heeft mij, gedaan. Dat heeft mij het moeilijk gemaakt. En dan moet je niet zeggen, de media. Ik weet, de media in België is speciaal. Maar het heeft niet met de media te maken, maar het heeft met jezelf te maken. Met de zelfcontrole die ja. je hebt en de, de groepsdiscipline en de groepsethiek mm -hmm. die je hebt, hè, te traag. moet een verdediger, rap zijn. Nee, je moet vooral intelligent zijn, je moet ruimtes kunnen bestrijken. En als je met drie centraal speelt, is het toch heel makkelijk. Hè? En Die twee wingbacks die, die gaan. als je dan een goede zes hebt. He, en als je dan de intentie hebt van niet altijd lateraal te spelen en achteruit te spelen, en, en dat duurt 35 uur, dat we er wel voor zijn. Want vroeger hadden we met, op, op een paar passen waren we voorin. He, en zochten we, de creë en creëerden we ook, spelen we uh, uh, de bruine constant aan. Ja. Zelfs als hij bezet was, en die draait er wel uit, het is niet omdat hij één bal verloren had, de eerste wedstrijd, dat hij daardoor een slecht WK ging spelen. Ja, ja. Ons hoogtje was niet fris. Mm -hmm. En ons hoofdje moet fris zijn als je een WK gaat spelen. En nu zeggen we aan nou, WK we zijn vermoeid. Ik heb niks gezien aan uh, Modric. Ik heb niet. Uh, is dat was dan misschien was, het verschil tussen? Was er een speler in Portugal die is 38 jaar die centrale verdediger? Pepe, ja, ook nog. Dus, maar het is van ouderdom, oud worden. Als je zegt ik kan stoppen, dan hebben we gestopt. Ja. En als je hier in je, in je hoofdje dat in je hoofdje speelt, ik, nee, kan je nog zien. Wil je nog zien? Ja oké, okay, je moet iets beter doseren denk ik, maar, maar die loopt nog, die, die Modric en, die, die, en zij bepalen die... het tempo ook zij bepaalt... en dat hebben wij dan die 2K niet gedaan nee, denk dus, ik, wij, 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 ik denk dat we, dat, dat we dachten tegen Canada, hebben we dan het geluk gehad dan tobi Alruyot die lang een bal geeft. Geluk, alle geluk van de wereld, voor de rest dat was de slechtste wedstrijd samen met Marokko was dat er, en ik moet zeggen tegen Kroatië <coughs> hebben we dan tweede helft hebben we weer gespeeld zoals nou, het Ik moet. denk als Lukaku die match fit is, dan winnen we die match mocht, met, met twee ook niet. weet je ook dat het medisch niet mocht. Nee. Dus het is geen verwijt naar de medische staf nee, toe, dus En ook niet, niet naar de spits en niet naar de medische staf, maar je weet ook, als je dat geluk mee hebt en hij is fit, dan. Wat dan niet het patroon voor iemand die dezelfde patroon is? Dezelfde, en, en als hij, ik zeg het, zijn eerste wedstrijd had kunnen spelen, dan had dat ritme was er terug. Ja. Eh, en we hebben dan toch een gat in de lucht gesprongen toen, eh, tegen Inter. Nu als ze nu een half uur invalt en hij scoort en dan zijn we allemaal happy. Ja. En uh, dan, eh, ik, ik moet zeggen, die beleving had ik niet. Nee. Had ik niet rondom. zou, zou wel moeilijk zijn. Vanuit, vanuit het kamp van de Rode Duivels dan, of vanuit heel België? Alles. Allemaal verwijt ik. Ja. <laughs> nu ben ik misschien fanatiek. Nee, maar, maar nu, ik verwijt allemaal omdat we alles in, in gang gezet hebben. Uh, en uh, ik ben tegen alle vormen van racisme en, en tegen alle vormen van, uh, van dingen. Maar je moet je focussen op die voetbal. Ja. Die ging toch doorgaan. En dan moeten, uh, moeten wij positief staan. Als je ja. gaat, moet je alles geven. Ja, dan moet je alles geven. Hè? Of je een statement doet of niet, is niet op die moment. Het is voordien dat je het moet doen. En dat moet politiek gebeuren. Dat moet niet op het, op het veld, een statement zou zijn, wij gaan hier prestaties leveren. Dat... En Canada en Marokko hebben ons gepakt met een, een soort pressing. Waar dan wij, je weet toch, Denemarken heeft ons gewoon een keer afgebluffen bijna. Die ons ging vastzetten. Ik dan niet niet eens iemand tegenstander die je gaat vastzetten, dat je dan niet uitgeraakt? Dan zit er toch een tweede systeem dat je er juist over speelt. Ja. Hè, en dat je dan die aanval, de middenvelder toch bereikt bereiken en dan die buitenkant er mee ah, ah, Voetbal is toch niet zo moeilijk, hè? Ja. Blijkbaar voor sommigen is het wel zo moeilijk. Ja, maar maar je bent zelf ook bondscoach geweest en dat is ook een, een interessant verhaal, want net zoals bij veel clubs ben je ook twee keer bondscoach geweest. Ja. Maar we hebben het, ik vind dat we het iets te vaak hebben over die tweede keer. Ja? Omdat, omdat het daar ook op een, op een negatieve manier eindigt. Dat was mijn eigen schuld. Dat moet ik nog bijvoegen. De tweede keer hè, had ik, was ik een, een, een proces bezig van jonge spelers. Uh -huh. Die nog maar 18, 19 jaar waren, tot 20 jaar waren. En een paar wat oudere erbij. Die uh, geen, niet naar Oekraïne-Polen zijn gegaan. En dat ik gezegd heb, de Way to Brazil is nu van ons. Uh -huh. Omdat wij ons vragen gesteld hebben, wat is er en uh, waarom hebben we geen resultaat? Uh -huh. Ik heb er in een groep gegooid, ik heb groep, groepsessies gemaakt, en verschillende groepjes, en we kwamen tot hetzelfde uit. Moeten wij fundamenteel iets veranderen? Hè? Gaan we op tacteslak iets veranderen. En wat, wat, wat willen jullie, of wat zij willen, dat een professionele organisatie rondom de Nationale ploeg, dat, zij kwamen ook graag, want die, tot nu toe komen die ook nog zeer graag naar de Nationale Ploeg. Dat en je ziet dat dat ook vrienden zijn, want ik kunt een beetje spuiten nu moeten er nu meer over spreken. Het lijkt dus. alsof het erger is dan, dan het was. En ja, toen ben ik en... vertrokken en ik moet zeggen. Mijn hart was bij de nationale ploeg nog altijd. Ja. En Bart is me komen, Bart Vraag, me we komen weg al naar Club Brugge. En dat was een foutje. Ja. Omdat ik vond. Ik dacht, iedereen begrijpt dat wel, dus mijn ploeg en de bruggen had mij nodig. En Bart zei: Zoals je een clubman. En je moet ons komen helpen. En binnen de drie jaar spelen we kampioen. En, en, een en, eigenlijk een beetje, en daar heb ik mij uh, laten over spreken. Ja. dat is een beslissing die ik helemaal op het einde heb gezegd: oh, Oké, okay, dan, Maar ik had me mis ingeschat dat de gewone mens. En, niet zo zo. en dat brugge content was, ja, dus clubsporters die mij ja. kenden en die mijn manier van werken, en die, zo dat, die vinden dat wel plezant. Maar je ziet wel dat het ook niet geholpen is, want het, dat je zelf ook niet gereed wordt. Ik heb juist gesproken over spelers waar die gereed ja Dat betekent dat ik niet gereed was. Ik was niet gereed voor Club Brueg in tweede keer. En, ja. en het was ook de momentum niet. Ik zat nog met mijn hart daar. Ik, wat ik meer aan het kijken als je Ploeg, dus is hopen dat ze winnen, want anders de verwijten gaan nog groter zijn en ja. de mensen. En ik kwam een heel eh, bedrieger en, en ik moet zeggen, ik kwam ook de bruggen daar spelen en ik, ik voelde die, ik zag die spandoek hangen. Ik, en normaal publiek, hoe meer dat, nee, puh, kan me allemaal niet, dat kan me niet schelen. Ik het geweldig dat 15.000 of 100.000 mensen tegen u, is geen probleem, maar dat er twee, drie aan en dat, zo één spandoek zo. Dan, ja, dan, uh, en toen ik zeggen, die, die... Toen heb ik mezelf ook bijgesteld. Ben ik nationaal ploeg van Tunesië, ben een keer komen ja. spelen en dan zijn juist afgereisd naar, naar, naar uh, Brazilië uh -huh. en Mertens maakte goal, drie minuten van het einde. Ik sprong zelf in de lucht, uh -huh. Dus België, Tunesië, wij spelen de hele tijd verdediging, ja, we, 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 we werden gewoon, ja, we gingen juist naar Brazilië de, twee dagen later. Dus ik was nog content dat dan 1-0 won en uh, ik ga nooit vergeten, <coughs> na 20 minuten leggen ze die match stil voor een bij. Justine. Een hagel dat dat deed. We staan in die gang zo, ja, je kent dat, ja, vijf minuten, Wat tien minuten. Ja, ik zie daar, ik zie daar uh, de mannen staan en ja, zijn mijn ex-spelers, ja. dat zijn eigenlijk kinderen. Dat ja, zijn, uh, en als je, naar ploeg is het altijd het mooiste dat er is. Ik zie ze terug, oh, alles trainen, alles goed, ja, 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 Ik ja. wil toch laten winnen. Oh, ik, ik zie Eden, oh, ja, en Eden komt, oh, ik zeg, Eden, is wat mon ami? mee. se passe bien, joh. je ik met Eden, met mijn hamburger incident, ja. met wel ging het zelfs niet over. Het ging over dat ik van Eden meer verwachtte mm -hmm. dan één goal, en drie assists en twintig internationals. En, en, en de attitude, en ik zeg, jij moet me dat bewijzen. Als je nu, maar wie zijn de reizigers, wie is dat? Ze hebben nog wel kampioen gespeeld. Dus een beetje jennen en een beetje dit. En hij zegt, hé, hé, ontreler, ça va, ça va? Ik zeg, ça va, t'es enfants. oui, oui. Hij heeft er vier of drie of vier, vier hadden we toen. Vier. Drie Ik zeg, ja. Hij zegt, on a le temps, hein. On va manger un hamburger, c'est ma qui het was. Ja, en dan, als je die relatie dan kunt houden... Hij ja, hij heeft het begrepen. En, 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 okay. en nu spijt ik een beetje. Hij zou zich moeten kunnen terug ergens met een andere club moeten kunnen herpakken. En dat is Eden, die dan hebben we dan nog zeker tien minuten in die gang daar staan. Mocht dan wachten, dus die match is terug begonnen. Maar en dat is het verhaal van uh, Tunesië. En dan ben ik met een paar andere nationale ja. Algerije nog geweest, denk ik. Maar we moeten het als bondscoach natuurlijk ook hebben over die eerste keer. Waar de, waar de eigenlijk, ja. Uh, u moet het overnemen van uh, Wilfried van Wilfriedmanicus. Wilfried, ja. ja. Uh, eigenlijk na 6-op-9, een, een te, teleurstellende 6-op-9, bij wijze van spreken. Vooral voor de manier hoe dat ze tegen Nederland ja, ja, eigenlijk kansloos misschien. een beetje ja, zijn goed. overklast. En daarna is, uh, is dan nu de taak om uh, ja, minstens 12 of 15 te halen, eigenlijk. Om, om u te kwalificeren voor, uh, voor de play-offs, dan voor het WK. Hoe hebt u die, die kwalificatieperiode vooral ervaren? Ja, ik moet eerst zeggen, ik zal bij Bos groen. Ja, ik zat in Moskroen, ik zat in privé. Mijn, mijn vrouw was een hersenbloem gehad en, en kreeg de kans om een nationale ploeg uh, te gaan in februari. Ja. Januari, februari, februari was het. We staan dan bij de eerste, want speelt speelde de en door met hem. Penzas ja. en Lombard erachter. Goede organisatie, videfiets achterin in plaats van voorin. Voorin was hem te traag, achterin deed hij dan goed zijn job, linksvoetig. En, uh, wij spelen los door, want anders ging Lierse nooit geen kampioen zijn. Sorry Erik. Gerrits ging, uh, denk dat Boskoen geen kampioen geweest is. Maar maakt niet uit. We winnen dan tegen Club Brugge en, enzovoort. En één word ik gecontacteerd door de bond. Een slechte wedstrijd. Uh, Wilfried krijgt alles zonder van Israël. Maar uh, <tacht> we verwachten was ook een, een, een reorganisatie. Ik zou het zo zeggen. Dus ik werd aangesteld voor 2000. <laughs> 2000, in, van 96 of 97, dus over 2000. Ja, was voor euro 2000. 2000. Door euro 2000 moest ik eigenlijk komen. Ja. Dus uh, ja, begin nou, begint met een, aantal, een heel aantal dingen te doen. Ik was sportief directeur, ben ik twee keer geweest. Sportief directeur en bondscoach tegelijkertijd. Op die moment absoluut noodzakelijk. Uh, ik heb dan Ariel Jacobs, directeur jeugd, gemaakt. Dat was eigenlijk met een assistent. Ja. En toen heb ik Eddie Snelters genomen naast mij. Ja. Iedereen zou zeggen, ja, Nee, Ariel Jacobs was een vakbekwame man. Ik zeg, als de grondvesten van onze bond en van onze jeugdwerking... En Ariel kan goed speechen, kan goed spreken, He, kent de jeugd. Ik kan met jongen gastwerken En is ook een ideale man, vond ik, directeur jeugd. En ik pak dan... Uh, Eddie snelders, uh, die niet onderlegd die ik gehad heb als, als speler bij, Club, uh, bij uh, Kortrijk... En die intelligent is. Uh, eh? Ik zeg het is geen nationale ploeg uh, voor de A-ploeg, maar als mijn, mijn assistent was dat formidabel. Ja. Hij, in de manier dat hij dus omging met die jongens en de manier, eigenlijk moet ik geen echt trainerschap van de club of mijn nationale ploeg is totaal wat verschillend. Wat dus, is het grootste verschil voor u daarin? Want dat is iets dat wij heel vaak horen van trainers, maar iemand die zelf op dat sportie. veld staan, hè? Ja. Dus laten we het zo zeggen, wij, wij moesten maar beginnen met een professionele organisatie op punt te zetten. Ja. Mensen rondom, mensen daar, ja, die, die niet erbij, die wel erbij. Uh, nieuwe perschef. Ja. mijn perschef werd dan teammanager. Mijn persoonlijke uh, Piet Huis, mijn persoonlijke secretaris, die onverstaanbaar goede administratie, mails tot administratieve organisatie was perfect. Ik denk dat dat iemand het beste is van allemaal. Ik had daar gelukkig met Michel Dogen, had ik daar uh, kunnen regelen. Michel had al gemaakt dat we in dat nieuw huis zaten. Maar we zaten nog in de stad, in Brussel. Dus uh, het glazen huis, dat nu ook al in tussentijd verdwenen is. De bij de en door 2000 is ook dan natuurlijk, uh, hebben we ons nieuw trainingscentrum kunnen ja, zetten. In Tubies. Ja, Ja, spijtig genoeg. In 2000 hebben we gerateerd van al een nieuw stadiums te zetten. Want toen had het moeten gebeuren. Toen kon het nog, en nu kan het niet meer, door een aantal omstandigheden. Door sommige mensen, door sommige politiekers en door sommige eigen voetbalmensen. En uh, toen ben ik begonnen met, de eerste keer, ik ga het nooit vergeten, ben, uh, heb ik een vriendschappelijke wedstrijd, of we hadden drie dagen hebben we georganiseerd. We gingen in Brussel samenkomen, we gingen dan gaan karting doen, we gingen naar Brugge, we gingen daar gaan eten. Ze hebben een keer goed op mogen gaan. Ik zeg, morgen vroeg gaan we dan trainen. Eh, eerst wat eten, en dan vertrekken we terug naar het stadion en dan gaan we daar wat trainen. En dat it. Dus gewoon karting, uh, Eten en drinken en zij kost een keer uitgaan. En bij mij was het gewoon een kwestie van een paar links en rechts en de speler wat gezien te hebben. En, uh -huh. zeg, op dat uur is iedereen er terug thuis, of terug in het hotel. Dus we hebben dan drie da twee, drie dagen gedaan, eigenlijk gewoon amusement. Uh -huh. In plaats van de mentale belasting, een nationale ploeg, druk, 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 was dat ontspanning. En nu zeiden, het is de eerste keer dat we dat meemaken. Ja. Dus maar dat merk je tot nu nog steeds, vind ik, in, in het samenkomen in Tubize. Dat dat, het, je hebt niet he? het idee dat die gasten daar moeten komen om met een druk op zich te presteren, maar dat die echt dat is een in een groep terugkomen. Dat is, nu, nu zie je, dat is een bende vrienden van 2000 en Allee, dat is eigenlijk dan bij de Belofte, daar er zijn er al een paar, die daar al, ja. hè, in Peking, zijn die daar samen. En die hebben die dat. Maar in die tijd was dat, ja, not done. in die tijd, was de, de tijd van, hoeveel van Anderlecht, hoeveel van staan, hoeveel van bruggen, uh -huh. speelt er een paar in het buitenland. Hè? Uh, Wilmots bijvoorbeeld in Schalke, die wou niet meer komen. Dus die had ruzie gehad om mij te verplaatsen, kosten of zoiets, en die kwam niet meer. We uh, moeten gaan regelen dan. Ja. Uh, ja, en ik moet zeggen, mijn Germain Lanceer, de, de, de financiële man, was in de eerste twee maanden was dat niet makkelijk, omdat ik constant wat bij wou, en Dat moet ja. veranderen, dit moet verbeteren, en die bureaus moesten veranderen, en die bereidingen qua materiaal moet verbeteren. Je uh, bent een en, dure bondscoach. Een in, in de, in de, in de, in de raad van de mensen ja. rondom. Ja. Nee, want die mensen, ik vond dat die zelfs heel weinig betaald werden, vind ik. Ja. Uh, wat nee, ik, zelf... ik bedoel in functie van de omkadering die je rond het ja, team zit. Ja, ja, ja. Ik, ik, daar gaf ik druk. Ja. En eigenlijk was die druk anders. Er kwam die druk op de spelers. En ik probeerde die druk van de spelers af te houden. Ze doen dat ze moeten presteren. Maar geen druk van buitenuit. Weet dat... En dan moet ik zeggen dat is redelijk goed gelukt. En dan moet ik uh, daar zeggen. We zijn dan beginnen. De eerste wedstrijd spelen we in Noord-Ierland. Je moet niet opzoeken. Hè? Het is 4-0 geloof ik dat we gekregen hebben. 4-0. We werden gewoon weggespeeld. Dus dat was mijn start. Dus uh, er zijn nog wat kritieken. Eerst gaat men na twee, drie dagen gaan eten en drinken en kaarting doen. Dan uh, is er meer de boel hier aan het veranderen. Hij hier andere mensen, die, 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 van, uh, die perschef veranderen door een andere perschef. Die perschef wordt dan dinges, teammanager. Uh, hij wil een persoonlijke secretaris die dan alles opvolgt, die daar en achter beschikking is. Die van negen uh, van tot vier... Uh, vakanties, uh, hier komen zetten wanneer je vakantie had. Ja. daar bij ons niet, dat, dat lukt niet. wie waren van de scouting, de mensen van de scouting waren de mensen van de trainerschool. Dus uh, later heb ik dan ook de pro-license opgesta op opgestart, ja. na, na twee jaar, want Gerrits en uh, Daarden waren al naar Nederland. Ik zei, we zijn al onze, onze trainers aan het verliezen. Hè? Ja. Ik zeg, en bij ons is er niks nodig. We hadden zelfs geen diploma nodig. Pro uh, de, de profliga had nog geen, pff, had geen diploma nodig voor trainers. Uh -huh. En toen hebben we die trainers nog allemaal laten komen. En daar was Boskamp bij, dat was er, uh, Van der bij, Galwacht was erbij. Die mensen hebben allemaal gebruik gemaakt van die, van die uh, verkorte versie. Ja. Like dat ze nu doen. En terecht, want we gaan er daar een paar uitkrijgen die wereldtop gaan zijn. Ja. Daar ben ik van overtuigd. En als je de kans niet geeft nu van nu, dat korte versie, dan zullen wel andere mensen zeggen, ja, maar wij moeten drie jaar doen. En die kunnen dat op anderhalf jaar tijd krijgen. Je weet hoe dat gaat. Ja, ja. Dat, en altijd dat, tegenstand. Dat heb je ja, altijd. Bij, altijd een bond, bij een bond ga je dat altijd krijgen. Die clubs ja. gaan dan tegen de bond en de bond gaat uh, tegen de clubs. Maar ik vond, het werken in een bond is dan... Veel administratie is veel ook... Je weet Vlaanderen, Wallonië. Je, het hebt is Brussel. Politiek, je hebt Brussel, je hebt dan een connectie met de UEFA en de FIFA, waardoor we maken dat je ook impact krijgt, dat je mensen kunt bijduwen, uh, dat je opsteekt. Vooral was, voor mij was het interessant als je met die coaches samenkwam. Ja. Dat waren meestal, hè, als dat een Ancelotti is enzovoort. Uh, <coughs> Deschamps bijvoorbeeld enzovoort. Dat zijn fantastische mensen ook. Mm -hmm. en, ik heb nog uh, bijna nou niemand van de bondscoaches tegengekomen die wat naast zijn schoenen liep of wat dan ook. Uh -huh. Dus het zijn mensen van hoog niveau. Ja. En uh, daar leer je bij. En hoe, gaan we, hoe gaat het voetbal evolueren? Uh, wat, 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 wat trekken we uit het WK? Wat trekken we uit het EK? Uh, wat zijn de conclusies? Wat zijn de voetbalconclusies? Nou, waar gaat dat leiden? Ja. Uh, hoe, 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 hoe denken jullie? <tus> hoe gaat uw land uh, succes stories, maar ook uh, andere stories? Dat eh, like we nu weten dat wat wij doen te veranderen. En geleidelijk hebben wij het geluk van een Wales te gaan winnen. Eh, met een fantastische goal van Crasso, dacht ik. Ja. En uh, ja, en zo is dat begonnen tegen Turkije. we zijn in Turkije. Ik denk de mooiste wedstrijd die we echt gespeeld hebben, was met een Penza, louise uh, Oliveira. En voorin Luis Oliveira, die alles... Ik denk dat Luis Oliveira drie doelpunten maakt en een Pensa en een hele goede Chico toen. Ja. He, die dan nog heel uh, gezond, ook zijn, zijn heupen waren nog goed en Want die speelde dan en we speelden daar 1-3, dus hebben we daar gaan winnen. En wat dat juist Turkije 1-0 had gewonnen tegen Nederland. Ja. Je weet, in die tijd, en ik heb dat ook wat aangewakkerd, ik vond dat geweldig van de Nederlanders zo'n beetje, want die waren zo'n beetje hotend ten opzichte van ons, maar wij, wij Belgen. Zat toen. Ook wel een sterrenensemble met de Overmars, Zeedorf. Uh, ik moet zeggen, we zijn op de WK gaan spelen. Een 8-9, de eerste wedstrijd. Kon je over... terug tegen Nederland uit? Weer tegen Nederland, natuurlijk. Want we hadden eigenlijk maar een punt minder als Nederland. Dat viel nog ja. enorm mee. We waren goed teruggekomen. Je hebt 12 op 15 gehad uiteindelijk in, ja. per, in uw kwalificatieperiode. Ja, maar toen gingen we naar het WK. en Ik had dat al eens waar voorbereid. was maar een... Daarom je moet altijd ook een beetje negatief zijn ten opzichte van jezelf. Hè. Ik heb dan alles ook zelf vanuit het WK toe alles zelf georganiseerd en zelf gereden en zelf georganiseerd. Gaan kijken samen met Eddie Snelders, voor. Uh, ja, voor te gaan zijn. Ja, maar doen. alles is bezet, want we hadden nooit verwacht dat we gingen gekwalificeerd zijn. Dus in Brazilië was ik al het jaar verdien al geweest. Ja. Kwalificeren of niet kwalificeren. Ik zeg, nu gaan we die opties overal ook gaan nemen. Hè. Ja. He, dat is gedaan. Ik had Polen-Oekraïne, het DK, was ik ook al uh, gaan kijken. Dus je moet op voorhand gaan kijken. Als er niets, ja, dan moesten wij keuzes maken in een hotel. Ja, de, de, dat, is bezet. dat is bezet. Dat is bezet, ja. En een keer in Knokken hebben we dan uh, twee weken voorbereiding. En, ja. uh, een week in Knokken en dan uh, een week in Brussel en dan zo verder. Moest je oplossingen zoeken met oplossingen die er op die ja. man financieel zijn. En, dat is een negatief punt is dat we al die vriendschappelijke wedstrijden veel te goed waren. Er we werd enorm goed gevochten en hard gewerkt en een enorme ambiance. Ik zeg, straks komen de grote wedstrijden. Het is eigenlijk een voorbereiding tot die, tot die eerste wedstrijden ja. en proberen ons te kwalificeren voor de eerste ronde. Um, want we dachten, nee, ja, Nederland dat zal wel iets te sterker zijn. Die waren ook sterker als, wij, ja. als je ziet wie dat, er, wie dat er toen in dat delftal stond. Van de Sardeg en waar erin stond. Kluiver, het ja Kluiver ja, krijgt dan gelukkig nog rood tegen Stalens. Die En die zei, ja, jij weet wel wat van, van die zaken natuurlijk. Ja. en zo ik, vond, ik vind dat ook. en We spelen die wedstrijd en we, we krijgen geen controle. Die spelen toch wel met twee spitsen. Die spelen nooit met twee spitsen in Nederland. Riddink ken ik redelijk goed. Van het formidabel type Mensen ook. Speelde toch wel met twee spelers: Hasselbank en, en Kluivert. En met Overbarster op die linkse kant die is gewoon zot speelde. En ik heb dan eigenlijk de eerste keer in mijn leven. Moest Moet je wisselen, wisselen Na vijf minuten. Zei, Eddie, Eddie zegt tegen Bertrand, zeg tegen Bertrand Casson. Bertrand, zegt dat allemaal opwarmt. Het is. <coughs> ja, die, die liep ons gewoon weg. Die speelde ons dus ook gewoon weg, die eerste, die eerste kwartier. Dus toen heb ik uh, hem vervangen. Vijftiende minuut of zoiets. Heb ik uh, door de Vlaanderen. Ja. Die heeft dan al ja. twee ballen van de lijn gered. Uh, die wedstrijd hebben we zeer goed gecontroleerd. Daarom vind ik ook, soms moet de wedstrijd ook kunnen controleren. We hebben de 0-0 gespeeld. Ja. En, en heel, heel België was tevreden. Antwerpen op zijn kop, Brussel op zijn kop. En behalve die Nederlanders, zo zijn wij België dan. Op die persconferentie begon dat al. He? de zoon van eh Mulder had al zo wat kritiek omdat Kloten België, Kloten voetbal dat die speel heel de boel zat dicht en uh, defensief voetballen. Maar je, je kon ook niet anders. Ja, ik zeg ook, jullie zijn bij de normaal normaal gezien, de spek, van jullie ja. Jullie waren daar niet op pijl. He? en zo vragen dan doe ik dat doe, dat, oh, dat doe ik nog wel een keer graag zo een keer arrogant dan ook nog een keer ten opzichte van Nederland helemaal. Dus uh, dan ja. En die de Belgische media werd helemaal negatief. En ik, ik zeg, wow. eigenlijk vooral na die tweede match, is het, is het nog erger geworden, toch? Nee, nee. De, de, de eerste match was daar is het gekomen dat ik me kwaad gemaakt heb. Er ja. was er een met een stomme vraag, en ik heb de stomme antwoord gegeven. Ook, ja. Het is niet omdat de stomme vraag is, dan moet ik slim genoeg zijn. Van daar. En de, ik ben erop ingegaan. Ja. En ik heb dat een keer gezegd, dat zullen we wel een keer zien. Eh, ik zeg, die, die ploeg is twee keer zo goed als onze. Ik zeg, maar mijn spelers hebben het fantastisch gedaan. Die hebben uitgevoerd wat ik kick gevraagd heb. Mm -hmm. ik, zeg, ik moet me moet belasten met een kikket. We kregen er natuurlijk van. Dus we gaan een Bordeaux spelen. Ja. En, Tegen maar kwaad was geschiet. Het virus zat bij de media en, en ik wou wat kost wat kost die controle houden over alles. Mm -hmm. dat ik beter, beter zou uitgeven op de mensen rondom mij. Eh, die snel hebben dat dikwijls gezegd, later ook. Je deed ook alles, dag en nacht was je bezig. Je moet fris aan een WK beginnen ook. Ja. En we hadden eigenlijk als ploeg heel goed fysiek en, en mentaal voorbereid. Natuurlijk, de wedstrijd is dan de tweede wedstrijd tegen, tegen Mexico. Mexico. Ja. En Mexico, die staat 2-0 achter tegen ons. Wij, we spelen daar een 40 graden, 45 graden, was dat zo warm. En we komen toch 2-0 voor. Plus dat we dan, zij krijgen nog een rode kaart. Dus we komen. Komt tegen tien man eigenlijk. En na, na een uur waren wij gewoon leeg. En geen zuur, zonst. Ja, met die, met die warmte en zo verder. We hebben de eerste wedstrijd. Meer als maximum moeten geven. Moeten lopen. Ook veel achter die bal moeten lopen. Dus we waren eigenlijk niet genoeg gepreerd. En Het laatste, dat <coughs> half uur. En we dan een doelpunt tegen hem. Gert Vrij is binnengekomen. Ja. Pakt de positie spijt, genoeg over. Want hij had hem beter laten lopen. Pakt de positie ja, en krijgt de rode kaart. En, ja. en, en, en krijgt hij een strafschopstegen. Maar dat wil ik nog niet zeggen. We waren fysiek. En ook mentaal al, al een beetje, omdat we die Dat je bij tegen... die 2-1 al in die rode kaart al niet het gevoel Aan die 2-0 van... was er niks aan de hand. Nee. En Gertje gaat natuurlijk, voor de Vlaanderen die als zijn positie was gelopen, gaat die, gaat die positie afdekken. Hm. Fantastisch dat de spits dat wil doen. Nu moeten ze dat allemaal doen. Nu moet je. Die ja, de, geen vroeger, vroeger, de aanvaller moest niet mee. Hè. Die moest niet mee hè. druk gaan zetten. Druk zetten. Ja, maar als je nu kijkt naar zelfs nu Vincent Jansen, dat hij zijn werk uitvoert... Maar. Vincent Janssens is wel de sleutel tot succes aan Antwerpen. Hij gaat nog een tweede spits gehad. In Antwerpen die, die is, die is, nu, is nu wel weg naar Schelke. Maar die werkte ook, zich de tyfus, voor de ander beter te maken. Ja. De infiltrerende spelers en de spelers die in de ruimte gaan. Ja, die maken, dus, en zo hadden wij met staat ook. He? He? Ik had dan Enzo laten terugkomen. Omdat Enzo dat gevraagd had via Michel de Schuur, en had ik hem toch laten terugkomen. Omdat ik zei, Enzo, ik denk dat jij geen man zet om op de bank te zitten. Ik weet ik ken u toch, het Siciliaans. Ja. En, hè, er zitten al wat problemen. Ik zeg één match kunnen spelen. Je had misschien denk ik ook nog wel de wedstrijd tegen Mexico speelde hij goed. Ja, dan weet je dat hij vier dagen later niet meer kan spelen ja. tegen Zuid-Korea. Natuurlijk moest ik hem afvallen. Maar ik mag dat niet zeggen, want dat is een medesgeheim. Uh -huh. Dus als coach mag ik dat niet zeggen. Dus nu zou, nu, hard, zou, ik word... nu ja. zou ik dat wel gezegd hebben. Nu zou ik dat wel gezegd hebben. Maar het is rot, want het, ja, nu kan dat, maar nu, nu wordt het u eigenlijk in 1998. In ja, je wordt eigenlijk kwalijk genomen dat je kapitein eraf valt. Ja, maar ik had de eerste wedstrijd niet opgesteld. We hebben dan een dat middenveld. Dat was een lopend middenveld met Boffin, met Stalen stond achterin, met Clement, die ik verdedigde middenveld, en die ik achteruit had moeten kijken, omdat ze Kluivert en Hesselbank speelden. Met twee spitsen. dan die twee op twee spelen Toen die Nederlandse spitsen. En met Overmars die helemaal is dood. Dus we hadden daar al wat dubbeldekking nodig, dus met dubbele flanken. Dus dat ging, ging redelijk goed. En dan krijgen we die 2-2. Uh, ja, Toen wist je dat het voorbij was. Ja. Toen wist je dat het voorbij was. Nou, die wedstrijd tegen Zuid-Korea maakte iedereen wel iets van. Ik vond dat logische vervangen. Ik deels op de bank, die startte niet. Uh, ik denk dat ook, ik renzo af nog een uur. Omdat we geen poten meer op midden kregen, en ook omdat dat verantwoord was. Maar op die moment. Was houden, was houden. Ja. Dat, dat heb ik dan jaren, en heeft hij nog een, een, hele, een heel mooi boek geschreven. Zo. <coughs> Met, maar daar mag je als trainer ook niet gevoelig voor zijn. Je moet doen wat je denkt dat je moet doen voor je elftal. Want ja. dan ben je teruggekomen en dan ben ik dan. Nou, wedstrijd tegen Finland zeker. En we dan, ja, pas we winnen dan nog in, in Japan of Korea. Winnen we nog de Cup. Ja. Maar. Je voelde dat de sfeer rondom. En een keer dan begint de soep te borrelen. Ja. Dan, uh, en toen hebben we een duister in Finland. Brugge was dat België-Finland. Eerste wedstrijd van Stroepa. Stroepa is het eerste interland. Ik heb ook nog wat jongens Belg gemaakt. Uh, dat is uh, Louis Oliveira, Vidovic. Vroeger was dat ook moeilijker dan nu, want als Weber. je nu kijkt. Weber, nu, ja. nu doet Maar nu is ons nationale elftal. Dat is een. Ja multicultureel heb... elftal, terwijl vroeger, huh? zelf, voor je eerste periode was het, je moest exact zoveel waalen hebben, je moest zoveel Vlamingen zoveel hebben. Zoveel waalen, Vlamingen, kleurlingen, dit weer en penzas, ja. waren een van de eerste. Ja. Buiten een die wat half-half, maar ja. die, die eigenlijk dat was toen ook al zo. waren de eerste onder twee echte Congolezen en. Ja, onderhuids ja, onder onder voelde je toch een aantal dingen. Ja, en je weet, daar staan we toch boven, we moeten, als, als trainer moet je daar ook boven staan. Ja. en ik vond dat men, ja, een Bo heeft een fantastische carrière, Emile. Maai, maai. maar dat was een. een Hij uh, heeft in Bayern een mm -hmm. match gespeeld, hè? En die heeft daar uh, op, tegen Nederland een wedstrijd gespeeld, de 5-5, Maar wat zei ze toen? Ja. En toen is Patrick de, de Euro 2000 is, is een, beetje, een beetje mislukt. Mm -hmm. eh? Maar het elftal was toen nog niet zo goed als dat elftal dat we nu hebben. Nu is eh? De laatste tien 8000. jaar moeten we zeggen. Het is, Wereldklasse. Hè? Ah, ja, en allemaal we bij wereldploegen dat we spelen ook. Hè? Manchester City, en Chelsea. Misschien is geen dat je zegt, wij moeten toch. Uit België in België zijn we een uitleverland naar grote competities. En als deze spelers nu bijvoorbeeld eh, de Ketelaren nu. Eh, hopelijk dat die zijn kans nu krijgt. Komt er wel door. Maar die komt erdoor, want hij heeft de klasse genoeg. Mm -hmm. En die komt er Onna, oh, nou, nou, dat wisten we dat dit ging gebeuren. Hij moet alleen de controle krijgen van zijn ruimte, wat dat we wilden in spelen of kan in spelen, of wie dat de tweede is. Is die tweede verstandig genoeg voor de positie over te nemen? Ja. Eh? En, en, en dan moeten we niet afbreken, wie het zelf niet afbreken. En we houden ze maar allemaal, goed erbij. En degene die wil stoppen, die stopt. Zoals en, en, Ede nu heeft gedaan? Ah, euh, ik vond iets te vroeg. Omdat ik nog altijd vind. Dan dat ik... het misschien mee te maken heeft met, zijn, met ja, het, het gebeuren bij Real Madrid. Ja. En dat hij dat eerder op de rails wil krijgen dan dat hij nog zeg maar, een jaar of, of twee jaar nog wil spelen. onder een nieuwe bondscoach met de Rode duivels uh, Maar ik ben er nog teruggehaald terughalen. Hè. Ik heb Frankie van der Els gaan terughalen in de tijd. Ik heb uh, Timmy Simons gaan terughalen in de tijd. En dat waren de kampioenenmakers ook. Hè. Ja. Is er iets mis mee als Eden het wilt? Van Iets terug te gaan vragen, voor het land te komen dienen, noem ik noem het dat. ik heb Frank van der Elst gedaan, ik heb dat, ik uh, kan kalle trainen dat ga ik niet meer doen hoor. maar nou daar met 35, Timmy Simons, dezelfde leeftijd, hè? bij Nuremberg speelde die en ik, uh, die, nee dat speelde ik voordien toch, bij PSV, 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 PSV. ik zeg, ja. kom, allee, terug Timmy, je zet. de regulator, een wit toen op de tien hè? Cel mm -hmm. was eigenlijk de nummer 10, de echte infiltreur, die had tegen Oostenrijk ook zijn twee doelpunten gemaakt. Mm -hmm. Dus, ik zag die... Ik zie niet in waarom dat je soms niet een keer een speler kunt... He, Eden zal met, zich, zoals gezegd, met zichzelf in het Rijn moeten komen met Real Madrid. Als Eden, ik zeg maar iets, bij Brighton of bij Newcastle gaat spelen, en hij kan daar terug zijn figuur, de rol spelen die hem kan spelen, en, en waar dat hij ook de klasse voor heeft... Uh, is hij dan te oud, 31,5? Ik denk dat het probleem misschien zal zijn, niet alleen daar, maar ook zijn, zijn kwaliteiten waren altijd het explosieve. Het, als we hem in 2018 zien, was hij een van de betere spelers van het WK, maar ook mede dankzij die actie dat hij heeft na infiltrerende. En het is nu mede met, met blessures en ja, er staat gewoon een wereldspeler met Vinicius die op zijn plek speelt. Dus het is ook heel moeilijk om zijn eigen spel er nu uit te krijgen, denk ik. Terwijl er heel veel andere spelers zijn, misschien die wel hun spel aanpassen in functie Klopt. van het ouder worden, zoals Messi en Ronaldo. Ronaldo en Messi waren ook ooit die elektrische spelers op de flank. Messi is dan meer een spelmaker geworden. Ronaldo is dan doelpunten gaan beginnen binnenkoppen. Dus ik, ik denk dat hij het nog dat hij misschien een nieuw spel moet vinden. Is dat het misschien? Met zichzelf aan het rijden komen, lijkt dat gezegd. En als je ziet, Messi, ze verliezen wel in de eerste wedstrijd. Hè? Ze ja. zijn toch nog wereldkampioen. Ja. Met hem, maar hij, hij neemt die 200 kilo of die 500 kilo of die 1000 kilo. Het, het hele land. <coughs> het hele land. En alle druk op hem. Ja. En niet op zijn. Oké, okay. die ploeg zat ook wel, ook wel redelijk goed in elkaar, maar een mentaliteit en een duelkracht. Ja. Uh, en Ronaldo was anders. In Portugal heb ik het anders gezien. Ja. Ik vond dat toen meer. Een, hij, heeft een keer, hij heeft mij een keer ontgoocheld en ik ben een geweldige Ronaldo-fan. Uh, Meneer nog Messi, maar Ronaldo. Toen zegt Het is mijn goal. En in die center komt en ja. ik raak hem aan. Als zelfs een technologie kan hij uitwijzen. Dat was dat nu, een... ik, zou dat, ik zou gezegd hebben: Het is een grapje. Ja. Maar het was geen grapje. Iets te, iets te trots om. Ja. En je mag trots zijn, je moet trots zijn. In het leven mag je trots zijn. als je iets verwezenlijkt, en hij heeft iets verwezenlijkt. Alles is... gewoon wat er te winnen, heeft alles te winnen. Maar die hebben nog een goede ploeg hè, Portugal. Ja, ja. Martinez heeft een cadeau gekregen. Hè. Want uh, België heeft hij echt goed op de rails gezet. Dan moeten we durven zeggen, hij heeft sportief directeurschap ook heel goed gedaan. Ik moet zeggen, qua sportief directeurschap, denk ik dat er weinigen zijn die het beter hadden kunnen doen dan wat hij heeft gedaan de voorbije jaren. En, Zowel bij de jeugd als bij, als bij, de, bij de eerste. En proef, als de relatie met die ex-voetballers en de voetballers die aan, met Matthijssen, met de jongens, met Buffel, met uh, de Zij Schacht. De formale allemaal nu assistentcoaches. <kwijnt> ja, ik. Uh, nu dat uh, de contract niet doorgaat, uh, laatste ik had, week. Ik had ook net gelezen dat uh, Henri en Vermalen allebei niet uh, zouden blijven. Maar dat Vermalen misschien een andere rol zou krijgen binnen de bond. Wat het dan zou worden, dat, dat wordt nog te doen. Ja, maar je hebt wel een topper aangesteld, Verkouter, ja. verkouderen. Hè? Ja, ik denk ook. Omdat dat ik heb vind... verkouter bij Antwerpen meegemaakt. Ik vond ook dat hij een fantastische werking daar toen heeft opgezet. En ik, ik had er blindlings vertrouwen in toen dat zijn aanwerp werd genoemd. Sorry, ik zal je zaak zeggen waarom zei ik Verkouter, of Omdat. Als ik dan een soort stage deed dan voor de trainers, een bijscholing enzovoort. Wie was er altijd? Frenkie Verkouter? En wie was er ook altijd? Frenkie Drie. En nog vele andere trainers. En anders had ik niet. Ik, ik heb elke dag kunnen bijleren. En elke dag leerde ik nog bij. Mm -hmm. Tot twee jaar geleden. Ik zeg de lockdown. Nu, maar anders zat ik nog op vliegtuig, denk ik. Mm -hmm. Maar elke dag moet je kunnen bijleren. Moet je leren luisteren. Als Bielsa kwam spreken hier een, uh, een beetje verder, kan je toch nog eens een paar dingen. Te... Iedereen kan daarvan bij bijleggen. denk ik. Vind ik wel. En soms dat zou ik zo niet doen, maar ik zou dat anders doen. En, en daarom dat ik denk dat voor een fantastisch ding is, is voor uh, onze Duitse trainer. Als hij dan goed luistert, wat die, hij kent dat huis, ja. hij kent het voetbal en hij is slim. Er ja. dus dus zijn er weinig die het Belgisch voetbal beter zullen kennen dan ja, ik ik denk dat dat die de, we kunnen halen natuurlijk ja dus is de beste ja de ja, rest ja als er iemand vrij was zou ik zeggen als De Jean vrij is dan neem hem ja <hums> en die, dat is een echte kampioenmaker ook ja en ik zie dat hij met zijn tweede ploeg dit nog kan brengen want dat was zijn tweede ploeg maar dan. Hè. ja de helft, de helft was geblesseerd <laughs> daarom en, ja. daarom en dan zeg ik ja ik heb mezelf veel ontmoet ik moet zeggen dat was als speler een winnaar maar dat was als coach is het nog moeilijker? Heeft u dat tien jaar trainer nu? Ja, het zal tien, zoiets zijn. Het zal ongeveer. En als je dat Palmarès dat hij bij elkaar heeft en met de spelers die hij nu laatst ook had. Hè, als ik zie die, jongere, die, jongere, die jonge Fransen die de kans gegrepen hebben ook. Ja, fantastisch. Hoe meer concurrentie, hoe meer vreugde. Ja. En wij hebben nu in België ook concurrentie. En wij, onze ploeg is niet om zeep. Kijk, en wij zijn. oké. Okay, best dat we één niet meer staan. We moeten Is dat een beetje een vloek gaan. geweest? Denk ik, ja. Of? Ik denk dat we het ook een beetje... Zo een beetje... We hebben er goed mee omgegaan. En toen hebben we dat te veel ook benadrukt toch? We hebben, toch dikbes... ja. we hebben dat te veel als een trofee bijna behandeld. Ja. En we hebben geen trofee. We gaan wel een trofee... We willen dat en we gaan dat krijgen. We moeten daarvan overtuigd zijn. Ja. Maar als je geen droom meer, als je geen droom meer hebt, stoppen. dan moet je stoppen. Dan moet je stoppen. En als je geen ambitie meer hebt voor dat te doen, eh, dat er een aantal jongens kan wegvallen, ja, en het is te hopen dat die ouderen vervangen worden door jongeren. Maar is het, is het die ouder die moet vervangen of sommige anderen die we moeten vervangen? Ja. Dat is een dooddenkertje natuurlijk. Van de wil tot winnen eh, moet bij iedereen even groot zijn. En iedereen ja. heeft zijn rol daarin te spelen in functie van. Niet het systeem, het systeem is niet heilig. Is dat nu een 3-4-3, zoals we meestal gespeeld hebben? Ach, dat mag een 3-5-2 zijn. Mm -hmm. Met iemand dat juist in die rol als passeur. En die passeurs moeten tegenwoordig ook al een rol spelen. En hoe, waar gaan we de druk gaan geven? En hoe hoog gaan we de druk gaan geven? Het is dus natuurlijk je huis, je rondvesten. <tacht> Altijd maar cadeaus geven is. En er zijn sommige clubs waar dat, dat ook gebeurt. Dat is bij sommige topclubs. En als je elke wedstrijd, als je nu Club Brugge bent, als je twee cadeaus. Diezelfde wedstrijd, ondanks dat het beter is, ik vond die ook niet goed. Als je dan de nul, de nul nog speelt, dan staat 0-0, en gaat er nog ins, met de ruimtes die je gaat krijgen. Je kunt nog iets... Dan heb je nu je hebt de 0-2 aan, en, en, en nu wordt het moeilijk. En ook dat is achterin met een nationale Ploeg hetzelfde. Als we dan dat doelpunt tegenkrijgen, tegen Marokko, zeker was, nee, die vrijschop, ja. De eerste wordt is eerst. afgekeurd. Maar in die eerste zone moet die bal eruit. Het gebeurt terug. Ja. En, Eén keer kan, maar die tweede keer passeert hij weer. Dan uh -huh. krijgen we dat, dat doelpunt dus te steken. Dat heeft niks te maken maar Courtois. heeft te maken met die eerste zone. Dat daar die man zijn verantwoordelijkheid moet dragen. Die bal moet weg. Uh -huh. En die doet. Ah, dan mag ik mij dan nerveus in, in dus zo'n klein detail. Uh -huh. Maar details maken het verschil op topniveau. Uh -huh. eh, en, en met spelers, je hebt niet zoveel de tijd. Eh, alle dingen die je doorgeeft van je nationale ploeg, die zijn straks terug weg. Je hebt een match. Je hebt twee wedstrijden en dan stapt hij de vlieger en die moet dan met zijn zaak bij ja. je. Dat zeg ik ook al. nu op je, op, je, op je elftal, de staan Daarom de connectie met de coach. Van, van, is dat nu Chelsea of is dat Manchester? Of wat dan ook. Die moet er zijn. Ja. Die moet er zijn. En dan uw medische staf, ook uw, uw doelmantrainer, Die moet constant die mannen in, in connectie zitten en die moeten opvolgen. En dat jij ook je info doorgeeft. Ja. Het is niet van kant komen. En jij geeft niks. Wat hebben jullie gedaan? Wat heeft hij nu gedaan? Ja. Zijn door. Ik moet zeggen, als ik u zo bezig hoor, zou ik niet zeggen dat het gedaan is in het voetbal. Kriebelt het nog? Nee. Ik, of het, geniet het, het, u meer het, passief? Ik, van ik, het eh, het kriebelt en het, ik geniet tegelijkertijd. Ik, het kriebelt mij enorm als Wouter Franken in een verleden, verleden jaar, hij heeft me uitgenodigd op de wedstrijd. De voer was er ook in de omgeving. Uh, hm. Ik zal er straks nog een anekdote wel zeggen. En Walter heeft de juiste beslissing genomen om plaats van die naar Engeland te gaan. Eh, want ik vond dat veel te vroeg. Ja. Ik, het veel te vroeg. En, en, uh, ik denk dat er Gent of Genk... Als hij niet bij, bij uh, Gent, zit, Gent ja. gebleven is, dan, dan denk ik dat hij niet bij Genk was. Dan was hij bij Gent geweest, want de Witte is het ook gek van Walter, ja. Walter Branken. En toen heeft hij een beslissing genomen, maar die heeft ook een provinciale. Is, dat, dat, een dezelfde? Van op... is dat dezelfde coach? Die ik bezig hoor toen hij nog speler was. Toen ja. die ding is. ik zie bij Geras, het idem Die veranderen ook, die blijven zichzelf. Die zijn in een uiting van een mening ook. Die ja. veranderen ook niet, die hebben zich niet nodig. Net zoals dat we eigenlijk spelers ja. hebben geëxporteerd in de voorbije 20, 25 jaar, zijn we nu aan het beginnen met de Clemens de, de, de Compos. De, de Lombards die nu assistentrainer is. de de ja, die Hein, die mijn speler was ja. bij Lokeren. En zeer leuk, een compagnie die het nu doet. Ja. Ik ben echt gevierd als ik dan zo zie. Maar dan maak ik het, ik zeg, is niet, nee. heb ik daar helemaal niet op gehad, dat weet ik niet. Dan moet je, dan moet je aan zelf vragen. Maar Ik ben fier op die gasten, wat ze aan het verwezenlijken zijn met het leven. En sommige gasten, denk ik nog, had ik met die, met een dien of een dien die eigenlijk het niet maakt, heb ik daar zelf misschien een keer gefaald. Hoe heb ik die misschien niet genoeg geholpen? Jongens die dat het wel hadden kunnen maken als ja. trainer dan, of als speler? Ja, als trainer, ook als speler. Okay. En je moet... Ah, Sven Kumstel, ik heb er een heel goede relatie mee, omdat ik die als speler had. Ik denk niet dat... Ik weet niet of hij coach gaat worden. Ik zeg, je moet dat ook ondervinden. Ja. Niet elke speler is gemaakt om, om hoofdcoach te zijn. Ja. Nee, hè? maar er zijn nog andere figuren die, die ook onder hebben gespeeld. Ik heb er zelf mee gewerkt met bijvoorbeeld een Emile Penza, oh. een Gilles Swerts, en Faris Haroun, die nu ook allemaal hun diploma's zijn aan, aan Wat het, het doen. het heeft niet en... te maken met het hoogte van niveau dat je er altijd hebt. Nee, nee voilà. Want Want je Het moet ook je ambitie zijn om een ja, ja. coach te worden. En om die druk te, te willen op je. Je moet je werk graag doen. Ja. En als je druk krijgt... Stress gaat er altijd zijn. Mm -hmm. Leven. Stress maakt je zelf ook. Hè? Ja. Stress is gezondheid. Dat is, daar kun je over stress en druk maken. De rest, zoek oplossingen. Het is eigenlijk heel simpel. En psychologie heeft mij in de tijd. Ik zeg dat vak, psychologie, ik vond het een klote vak. Hè. Ik ben ook heel weinig geweest. En nadien moet ik zeggen: het is dan het belangrijkste vak dat ik gehad heb. Inzicht krijgen in iemand anders. Ja. In het schatten van het individu ook, maar waar zit de groep nu? 1 ja. en 1 en is soms drie, en soms min één, min vijf. Elke is Ik moet die altijd mijn beste spelers de... hebben. Ja. Ik moet mijn meest complementaire spelers hebben. En, en, dan maak je door een heel hè, manier van voetballen. natuurlijk. Iedereen wil aanvallend voetbal. Ja. En iedereen wil doelpunten maken. Ja. En dat begint natuurlijk ook met twee doelpunten maken was bij mij, en, en, en de nul achterin. He, nou, ik heb dan een keer met Danny Verlinde, he, een keer het record gehad, altijd, 1388 uh, minuten zonder een doelpunt tegen. Dat is een genot. He, dat moet een orgasme zijn voor een doelman, dat moet een, voor een verdediger. Ja. En verdediger tegenwoordig, wat wil je doen? De laatste pas geven. Als je dat hebt, fantastisch. Maar dat is niet de bedoeling van elke pas. van een risicopas, en dan heb ik ook zoiets van het systeem, soms af en toe, het systeem. Dan gaan ze. Helemaal open gaan spelen, de zes, Ik weet dat ze de 6 gaan aanspelen, natuurlijk ga ik hier op interceptie laten spelen. Ja. En als dat een fout is en als die de kans niet gaat doen en die staan te ver open, dan is het een niet. Dank ten. u wel. En dan uh, is dat... Het gaat toch ook over intelligentie. En feeling en intelligentie en voetbalintelligentie en ruimte zien. Eh, eh, sommige spelers zien dat, voelen dat. Eh, als je de technieken zag van Benfica, zelfs een opwarming. Ik vind het geweldig van spelers te bekijken, zo'n een opwarming of los van. Heel veel extra runners en, en scouts doen dat. Hè? En dat is iets wat heel weinig mensen buiten het voetbal bijna weten, denk ik. Maar ik, zie, ik heb al gehoord van scouts die zeggen van ik kan aan basis van een opwarming zeggen dat, dat ik iemand niet ga aanraden. Uh, dat hangt nog vanaf hoe dat er mis. Als, als je ermee gewerkt, hebt, weet je, ja. is zit goed zijn vel. Er zit niet zo, mm, hij gaat forceren, hij, ja. hij is aan het pushen, hij is zichzelf aan het pushen. Je moet opletten dat je niet over, over de rooie gaat, dat je het okay. niet meer ziet. Ja. Hè? Dat je blind staat van een druk, hè? of dat je te veel wilt. Dus keep it simple soms. Hè? In basket hebben ze dat, keep it simple soms. Blok, blok. Ja, is toch heel simpel, even blok geven. Oké, okay, nu met de VAR is het wat <laughs> moeilijker geworden. Ja, het zijn, slim zijn is toch ook belangrijk. Dus het is en ze gaan er veel wedstrijden mee winnen. Ja. Gaan er gaan enorm veel wedstrijden mee winnen. Een Ik heb Benzema zijn spelers. Jezus, krijg tegen Liverpool. Dat is niet normaal. Heel de ploeg. Heel de ploeg. En dan die balvastheid. <coughs> Een plezier ook. Dat er van en achter... en 2-0 achterstaan in, in Liverpool. Ik weet wel, we hebben daar ginds ook gespeeld. Wij stonden 0-2 voor. Ja, we verliezen die match. Een UEFA-bekerfinale 75. Nou, die kop begint en. Uh, up, up. En als er eentje onderuit gaat, dan krijg je een pinnantie tegen die geen pinnantie is. Oké, dan wat 3-2. En thuis maken, onmiddellijk 1-0. Een penalty van Roland Berg. een stapel voor de druk bij ons weg te houden. Het was een heel speciaal, een heel gesloten man. Eigenlijk van het gouden hart, maar keihard. Lange loel was ik, was lange loel. Het uh, was geen gemakkelijke, ik zal het zo zeggen. Een moderne zou, zou wel veel. Veel processen hebben we, denk ik, en hij zegt, ja, moesten we een penaltie krijgen, zegt hem. Nou, een zwaaimaal gingen we dat smachen, hè. En twee of zo, balken scheef leggen en Julian ja, Kroos komt daar lopen, zegt hem. Hè. En nu René van der Rijck en ik zelf, we krijgen er aan de vijfde minuut krijgen we wel een strafschap, zeker. Het dus is 0-0. Het dus is 3-2, dus 1-0 is al door. En dus, uh, waarom met z'n tweeën nou, Raoul, Raoul, als je die bal er durft verkeerd leggen. Hè? Ik denk dat wij zelfs kools geblokkeerd hebben. Wij zelf kools geblokkeerd hebben. Dus, Julian gewoon niet lopen, hè je gaat hem schieten. Hè? Recht, recht in de winkel. Dus appel. En, en eigenlijk, nadien was dat wist ook wel dat we dat niet gingen doen. Hij was gewoon psychologisch om de, te destrasseren en god een penantie aan krijgen. straf Psychologische vorming maar ik kende hem vreselijk goed. Hij is spijtig genoeg heel vroeg gestorven al. 63 zeker. Uh, maar het was een totaal andere figuur. Het was heel gesloten. Die een nieuwe coach moet toegankelijk zijn. Ben ik ja. hele de staf moet toegankelijk zijn. Dat is een beetje de rode draad eigenlijk. Door in je trainerscarrière toch? Hetgeen wat je als student hebt meegekregen. Zowel filosofie als modern students, zijn. Als, als kinesie. Alles wat je meegekregen hebt. En een heb toch? En pintjes drinken nog. Oh, en en ambiance, drinken een ambiance creëren. Ja. En ook weten: ja, kijk, alles is controleerbaar nu. Alles is controleerbaar. Moet dat? Nee. Ik heb vertrouwen in nu. Ja. En zo, zo zit het leven in elkaar. Is vertrouwen krijgen, vertrouwen geven. En een coach die te veel ook met zichzelf bezig is, is niet goed bezig. Die gaat zich ook... En die moet een staf hebben die hem af en toe ook hey, wakker maakt. Hey. Uh -huh. Ik heb een keer een dingen gespeeld met Egypte tegen Tunesië. En Tunesië die wat is het systeem van voetballen? Dus, we spelen altijd een drie, drie, drie 3-4-3 Of 3-5-2 drie, drie, soms. Maar 3-4-3 drie, drie was het meestal. Eén diepe spits, twee die opkomen een beetje. eigenlijk het Nationaal ploeg België speelt. Hm. Maar de lat, Ik, ik kijk nog wel wat, wat beelden en zo. ,erecht. Eigenlijk is dat allemaal voorbereid. <kle lion> Daar heb ik s'nachts beslist. Ja, toen ik met mijn staf. Ik zeg, we gaan dat niet doen. We gaan met twee spitsen spelen helemaal op de buitenkant. Met geen diepe man. We gaan onze Chicago. Chi 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 die gaan we een beetje laten terugspelen. En we gaan die mannen gewoon lood doen. En die mannen spelen met drie achterin. Die wisten niet wat gedaan. Dus Die alles moment hebben we vast. tegen Egypte. tegen Egypte was dat. En dat uh, was met Salah al. En dan hebben we die wedstrijd gewonnen met 0 uh -huh. en We Tactisch onvoorstelbaar. Ik ga die straks uh, terug bekijken. En, en een, lijn, een lijn, dus op het middenveld. dat we alles, alle ballen recupererden. En zij kregen hun spel niet. Er ja, was maar één probleem. Was, ja, Salah tegen daar tegenover, daar hadden we een dubbel, beetje een dubbele dekking op voorzien. Ja. Maar slimheid, leepheid, ja. hè, dat zal altijd blijven bestaan. Ja. En snelheid van uitvoering natuurlijk. Nu wordt, ja, de conditie moet al onvoorstelbaar top zijn. Je moet al offensief, vroeger moesten ze denk ik, alleen maar offensief denken of alleen maar verdedigen denken. Je beide. Nu moet je beide kunnen. Uh, een doelman moet al mee, heel goed kunnen meevoetballen. Dat was in de ajax periode ook al, vond ik. Een inschuivende middenvelder enzovoort. En de Libero enzovoort. Eigenlijk is niet veel veranderd. Hè. Is dat nu een 5-4-1 of is dat een 3-5-2? Ligt aan. Welk systeem hoe is, je er wel, welk is het beste? Hoe, hoe krijg ik het beste rendement uit mijn groep? Ja. En dan gaat er iemand met, een beetje moeten inleveren voor de andere, voor die groep sterker te maken. Inleveren misschien. Of hoe kan ik iedereen maximum gebruiken? Wat is een fantastische job. Deze jonge gasten zien evolueren en, en uh, <kly> volwassen te worden. Want ik had, alleen in 2010, had ik een hele jonge groep. Ik, ik zeg het, we de pampergroep. Hè? We deden altijd fout. En gingen naar Azerbeidzjan. Soms stonden er één. we krijgen nog één één. Uh -huh. Oh, we hebben toch tegenslag. Hè? Oh, en tegen Turkije uit thuis ook. En we hebben ook één één. En tegen Oostenrijk, we, 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 we maken nog 4-3 en dan wordt het nog 4-4. Ja. oh we hebben toch tegenslag. Zeven, hè? Wij zijn een fout. Ik ben een fout ja. eerst. En je moet ook... En, dan, hand, en, en, nu, en nu gaan wij, en jullie... Kijk, dit was er afgesproken, dit en dit. En we, we maken die 4-3. En we gaan een euforie. We doen vier fouten. We hebben balbezit. We gooien hem uit. We gooien hem in de noek. We verliezen daar de bal. We doen daar de fout niet. We komen op de rechtse kant. Dat bij het eerste match van Boyota. Die was er op rechts ingewallen. En, en in die ruimte waren er vier fouten op, op 12, seconden. Ja, 10, 12 seconden. Dus dat kan niet. Ja. En, en dan maak je die professionele fouten, pak je die gele kaart ja. erbij. En dan, dan zie je dat sommige ploegen dat heel goed doen. Zeg ik dat zeer goed Tegenstander niet meer in het spel laten komen. Ja. Bam, bam, bam. Het is moeilijk voetballen. Ja, dat dus je weet dat het moeilijk voetballen is. Hè. Je moet daar niet om. Ontblijven. Ja. Nu, na uw carrière, je bent ondertussen al even gestopt. Waar haalt u zoal voldoening uit na de carrière? Want ik hoor heel veel voldoening uit, uit het trainerschap en uit het beter maken van uzelf en van spelers. Waar haalt u nu de voldoening uit? Ja, eerst vooral uh, moet ik profies zeggen aan nou, mijn vrouw, die dat 22, 23 jaar waar dat we wonen. En ik zei: we wonen hier toch mooi, hè? met die bomen, die struik. Je zegt: je woont hier wel al 22 jaar. Hè? Ja. Ik had dat vergeten. Dat, ja. Niet veel thuis geweest, altijd weg geweest en appreciatie. De mensen. De mensen op zich, andere sporten. Ik moet zeggen, als ik de wielrenners ben, zie Wout van zie als even de poel zie, als ik een basket zie, als ik Formule 1 zie, als ik een padel zie. Ik ga laatst nog een keer proberen te padellen, maar op mijn leeftijd is het al een beetje intensief. Maar leuk, plezant. Uh, en graag mensen zien ja. en graag uh, gun, de gunfactor. En ik, ik denk dat we daar in de maatschappij de gunfactor groot moeten blijven. Ja, met... Mekaar wat gunnen en als je kan helpen, probeer mekaar te helpen en probeer niet te jaloers te zijn. Uh, ik heb een fantastisch mooi, mooi leven gehad, ik heb fantastische ouders gehad, ik heb een mooie carrière gehad. Uh, zowel speler als trainer. Er zijn er weinig die kunnen zeggen: ik heb op mijn 71 trainer geweest. Dat is inderdaad een. Uh, en mooie ik vrouwen. zou het ook aanraden: uh, schakel sneller over naar een andere functie. Hoezo? Omdat je. Dat ik denk dat je dus op het einde. Dus ik ben dan in Iran geweest. Dat was een tractor. Uh, dat was al. Hè, met de toestanden die er toen waren, de politieke toestanden die er toen waren ook al. Dat uh, was niet zo eenvoudig. Maar je hebt er veel voor gekozen, dan moet je er ook vol voor gaan. Ja. Toen de voorzitter op een bepaald moment tegen mij zei. Die doelman. Uh, uh, maakte een foutje, we hadden twee maanden. we stonden al twee, of, of eerste zelfs na. Uh, 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 en hij we die gewoon uit. Ja, dan, dan ken je mijn karakter, dan, uh, dan duurt het niet lang. Ja. Ondanks zijn je contracten van twee jaar of twee jaar en een half. Dan, dan vertrek je. Ja. Dan moet je kunnen vertrekken ook nog. Dus. Uh, maar het uh, is ook een zeer mooi land. met Mooie mensen. Echt ja. waar. En heel hoog educatief. Echt top. Dus ik denk dat we een verkeerd beeld hebben. Hè. De druk van bovenuit en de druk van Amerika was ook zo groot. Maar de mensen op zich, was heel was een hele leuke ervaring. Dus mij, ik kijk meestal toch naar de mensen. Naar waar, heb ik, waar heb ik overal gezeten? Ik heb me echt, het was niet altijd makkelijk. Hè. Ik ben ook niet. Ik denk ook niet dat je de gemakkelijkste mens kunt zijn naar jezelf toe. Je moet ook wat, wat eisen stellen op jezelf. En, 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 ik heb gelukkig geweldige gezondheid gehad. Ik eh, recupereer enorm, enorm goed. Ik heb ook heel weinig blessures gehad. Dat, gezondheid moet je wat geluk hebben. Ja. En dat ook het stappenplan. En dat heb ik tegen de spelers ook toegezegd. Je moet goede keuzes maken welke clubs dat je kiest. Ja. En, ja, en nu, natuurlijk, je kiest voor een bepaalde coach. soms. En dan na drie, drie, drie maanden tijd is die coach natuurlijk uh, is die, is die al, is die al weg. Uh, in België gebeurt dat ze zeer rap. Uh, en spijtig genoeg. Uh, want ik denk dat elke coach het wilt maken. Ja. Ook en, en soms zitten de omstandigheden niet mee. Soms zit het financiële gedeelte ja. niet mee. Uh, in elke het gaat competitie over kwaliteit. Moet er moet ook iemand laatst worden. Also, in elke competitie moet er ook iemand laatst worden. Ne? En niet iedereen zal wel zijn best doen. Maar. En nu natuurlijk de druk van de drie laatste. Nu ja. in de Belgische competitie. He, maar dat is overal in elke competitie zo ja. een beetje. He. Als je ziet in Engeland daar, die gaat gaan, gaan dan toch nog een paar verrassingen ver, zijn. He, in België denk ik dat er wat het leed geschiet is. Ja. Maar ja, straks krijgen we nog die play-offs. He, en je ziet toch, he, als ik zie de Genk, dan toch hoeveel basisspelers dat zij hebben, hebben laten gaan. En toch heeft Franken die altijd die mentaliteit van een ander komt erin en die, die, die gaat al zijn best doen en die, die, ik geloof in, in, in de spelers. Hij kan ook beginnen. Klagen en wenen en weer een speler weg en Ito weg en dingen zoals. En, de, en, 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 en destags weg en, uh, en torst weg. En hooien geblesseerd. Ja. En dan, ja. dan denk ik ook dat we straks nog misschien dingen vergeten hebben. Want Heinen, dat is misschien nog zo'n figuur die iedereen wat niet gezien heeft nog niet. Maar die er wel torst functioneel, speelt. heel functioneel speelt in functie van die andere. Ja. He, ook een keer aan denken. Is dat, want Er zijn nog spelers geweest die niet zo bekend waren. Die dan na, in een latere carrière, Yvke van der Aag, geloof ik, he, he, fantastische jongen, he, die heb ik de eerste keer meegepakt naar Tokio. Naar de Cup die ik daar die ja. in, in, in dat jaar nog altijd dankbaar voor de eerste Interland die mocht spelen. En het leven bestaat soms, een dankbaarheid. En, ik moet zeggen, de laatste. Twee jaar probeer ik zowat te, te genieten en veel ook nu, maar natuurlijk met Tunesië, Marokko ja. en zo. Reis je nog veel? Of zijn er nog veel reizen die je uh, hebt gedaan? Het reizen heb ik uh, een beetje natuurlijk, met de lockdown de laatste ja. twee jaar. Nu heb ik de eerste keer een keer op reis geweest uh, naar het zuiden uh, in Frankrijk en uh, de eerste keer op reis geweest met mijn auto. Okay. Eerste keer in mijn leven. Dus er uh, is er nooit van gekomen. Uh, bij mij was dat ook zo. Ik, ik vloog in. Een vrouw vloog in, samen vakantie en dan weer. Hè. Ja, er zijn ook natuurlijk, je moet ook veel opofferingen. Nou. Nou, dat weet je. En dan moet je in functie. alleen, je weet, als je gezin en in functie van jezelf. Van dan uh, moet je ook. Ja. En de, oei, ik heb uh, eigenlijk uh, geweldig, geweldige tijd gehad. aan nu het opvolgen van, van ook die andere sporten. Hè. Ja. Je kunt zoveel constant bijleren. Uh, maar goed, was mijn peetvader zo'n beetje. Ja. En allez, ik moet zeggen, ik had hem ook aangestand in de pro het hetzelfde met Guy voor uh, beoordeling van, maar, ja. het was meer voor het samen zijn ja. en ook. En voor een raad, een raad van bestuur te hebben die van, van hoog niveau. Ja. Daar was hij in, dat was, uh, um, ja, ik zelf zat erin. Maar een stuk of vier zaten we daarin. Ja maar ik kreeg hem altijd zo weg. want we te laten spreken over Marseille en over Tapie. Ja. en dat waren dan verhalen, waren onvoorstelbaar, onverstaanbaar tot twee drie uur s'nachts. zaten we dan nog samen die verhalen te behoren. was het een keer, was een keer normaal, was het een keer. en hij, hij zag voetbal. en hij was een voorloper, want dat was zijn eigen persattaché. Want nu heb je een mediaman nodig. Als je een goede trainer heeft, een, goeie, een club hebt, heb je een goede mediaman nodig. Soms zelfs al spelers die dat mediaman nodig hebben. Ah, ja, spelers ook. En, en trainers ook. En, en Bond heeft dat nodig. En dat vond ik een van mijn. Allee, met Stefan wel ook, denk ik, dat we iemand in huis gehaald hebben. En, allee, we hebben proberen ook overal toppers te krijgen. We hebben een physical coach en we hebben dan uh, videoanalisten erbij en zo. En dat is gelukkig. Heeft ook. Uh, uh, de volgende coaches hebben we daar toch op doorgegaan. Martinez heeft dat zeker helemaal de, de, de enorm ontwikkeld daar ook. Maar dat was voor mij een noodzaak. Het was een evidentie van dat te, te hebben. Ik krijg teken dat ik nog drie minuten over heb ongeveer. Oh. Dus ik ga nog twee laatste vragen stellen. De eerste stel ik altijd aan iedereen die het voetbal actief is geweest. Wie is de beste speler waar u tegen bent uh, opgesteld geweest? En wie is de beste waarmee u hebt gewerkt? Dus Zowel als speler als als coach. Oh, dat is wel moeilijk, ik heb er heel veel gehad. Hè, ja, ik heb, ik heb al heel veel namen overvallen. De speler, dus, de speler die ik denk intrinsiek. Er zijn er zoveel, hè? Van Paul van Nimst naar Jeff Chirion. Nou. Ik denk dat ik gespeeld heb met Wilfried van Moer was de beste. Hij was al de generaal, een beetje. Uh -huh. hè, van Beveren dan naar Antwerp, zeker. En als standaard dacht ik zo. Ja, je ziet dat die in elkaar zat. Nationaal ploeg, heel laat weer terug erbij. Uh -huh. Dus uh, de oude generatie zo'n beetje, maar er zijn er 35.000 nog daar. Ik kan de Roland-Beyer ook nog met, maar dat ga ik niet doen. Anders je des weer van Club Brugge. Ehm, um, getraind, oh, zijn er nu nog veel. Hè? Die, die, van de Magresse tot oh, Vincent was super, is top. ik kon nu juist Anthony van den Borgen zeggen, intrinsiek misschien? Ja, maar... Voor ik er echt mee gewerkt ik heb er te weinig en, ja. en spijtig genoeg heb ik er niet lang genoeg kunnen meewerken, ja. denk ik. Ik had hem voordien moeten kunnen krijgen, ja. denk ik. Dat denk ik. zal ook een gedeelte mijn fout zijn, denk ik. Ja, Kevin de Bruyne is natuurlijk, ja. Oh, is, als klein manneke zo van 15 jaar, die daar zat, ik zeg, man, 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 en die heeft de, de grint daar ook van winnaar te zijn. Ik ja. vind dat niet veel. Dan begint natuurlijk, doet hem het. En dan doet hem ook van Chelsea. Naar Wolfsburg? Nee, naar Bremen eerst. Hè. Ja, Bremen. Bremen, omdat hij zegt: ik doe een stapje terug, een jaartje En dan pas Wolfsburg, ja. en dan pas. Dus het stappenplan ook van Lukaku, het stappenplan van Lukaku is ook te vroeg naar Chelsea. Nou, daar, van, daar stonden wel oh, een paar oh, mensen. Toch ook. Ja. Door, door, aan, okay. ja. <laughs> en, het samarit. en toen heb ik hem bij mij, nog, Ik heb een keer zelfs gekwetst geroepen, alleen maar voor mijn hand, mijn te kunnen spreken. Voor familiaal was dat ook wel noodzakelijk. En... Toen hebben we ook echt een stappenplan En toen is hij naar Everton gegaan. Nee, West, West Brom Everton. eerst gegaan. En toen Everton. Drie jaar, hè. Maar Fellaini is dan bij gekomen. Ja. En als die twee daar in de spits stond. En hij kon er een keer een balken gooien. Ja. En daar rond kunnen we een beetje bewegen, hè. Ja. En ik, en ik denk daarom dat Onana ook zo'n interessant figuur is, die fysiek sterk is. Ik kan voetballen eigenlijk, ook, he, voor ja, wel, maar Verheini kon ook voetballen, maar iedereen. Dat, dat wel, maar mm. ik heb bij Onana nog net iets meer het vermogen, ja, precies. Ja, we zijn ook in een andere evolutie, hè. We zijn ja. weer zoveel jaren verder. Maar Verheini was een schitterende man, hè. He. Ja. Ik heb Chadli ook, een nationale ploeg van Marokko. Geen rekening had hem toen al genomen. Heb ik terug naar hier gekomen behalen. Ja, dat gaat dan omgekeerde de richting ook, hè. Soms verlies je wel eens. Karchela, ja, ik zeg, hey, je moet wel beslissen. Hè? Ik zeg, volgende week, tegen donderdag, wil ik beslissen hebben. Hij had al zo'n jaartje, ja, ik ga er misschien nog Marokko kiezen. Ja. En hij had er voor België ja, en wat vriendschappelijke wedstrijden, maar had nog geen officieel. En toen heb ik gezegd, ja. En ook, je mocht dat niet beslissen voor hem. Nee, de keuze moet wel Ik kom vanuit die hart. En toen hem belde hij, ja, een Je moet zijn, Ik zeg, je heb je dit voor Marokko? Je hebt geen probleem, Ik zeg, als als je dat met je hart voelt, moet je voor Marokko kiezen. Ja. Ik zeg, je hebt een goede coach, je bent een topcoach. Ik zeg, uh, wij zijn spijtig. Ik zeg, maar hij heeft voor ons gekozen. Zeg, onze familie is welkom, je, je wacht er al bij. Je hebt er met, met ons getraind. Ja. En, en daarom ook, dat is, dat is het hart dat je moet laten spreken. Kies, kies, dan, kies wat je hart zegt. Ja. En dan de laatste vraag die ik u ga moeten stellen, dan gaan we laatst moeten afsluiten. Wat mag ik u nog wensen in... In de rest van het verloop? Of dat het nu sportief is, of naast het sportieve? De rest van... Uh, de rest ook... We uh, willen gezond blijven. Dat wens ik u sowieso toe. Gezondheid, de gezondheid. Uh, veel humor, plezier. En geluk moeten we zelf maken, zeker. Voilà. Maar het was zeer plezant. Dank u wel. Enorm bedankt dat u erbij was. Ik heb uh, enorm veel bijgeleerd. Was, uh, het was een genoegen om u te hebben. Uh, ik wil ook de kijkers bedanken voor het kijken naar weer een episode van 1-2. Hopelijk zijn we er binnenkort terug met meer interessante guests. En blijf de dingen doen die Alex zegt op het einde van de video. Tot de volgende keer. Bed First. First and fast.